Een heel goedemiddag allemaal. Van harte welkom in de aula hier van Tilburg University. En zoals Heraclitus al zei 2500 jaar geleden, de enige constante is verandering. Vandaar dat het een tijdloos en ook actueel thema is wat we vandaag hier behandelen. De kunst van het veranderen. En zeker in een veranderende maatschappij gaat het erom, hoe kun je nou psychologisch daarnaar kijken. En vanuit kunst en wetenschap gaan we die verandering te lijf, zou je kunnen zeggen. Mijn naam is Nathan de Groot, ik ben de moderator van dit programma. Als alumnus sta ik hier natuurlijk met gepaste trots. En ik wil even kijken hoeveel alumni er in de zaal zitten en waar ze precies zitten. Dus mag ik even de hand omhoog van de alumni? Kijk, dat zijn bijna iedereen, oké? Okay. Zijn er ook studenten? Die zijn er in de minderheid. En medewerkers van Tilburg University? Ook 10% ongeveer. En van de alumni, voor wie is het langer dan 5 jaar geleden dat je op de campus bent geweest? Dat is, langer dan 5 jaar. Oké, okay, dat is ongeveer 20%. En wie langer dan 10 jaar? Ook een paar mensen. Nou, welkom terug. Heel erg leuk dat jullie terug zijn. En ook aan de mensen die het achteraf terugkijken, heel hartelijk welkom. Het wordt achteraf ondertiteld ook, zodat mensen internationaal het kunnen terugkijken. En het programma bestaat eigenlijk uit 3 delen van elk 30 minuten. In het eerste deel zal oogleraar Margriet Sitskoorn vanuit de wetenschap kijken naar hoe je gedrag en hoe je hersenen reageren op verandering en hoe je je eigen gedrag kan aanpassen aan een veranderende omgeving. Daarna zal Merlijn Twaalfhoven, componist, dirigent en cultureel ondernemer, vanuit de kunst gaan kijken naar hetzelfde onderwerp. En het laatste half uur is het eigenlijk ook aan u en aan mij om middels vragen, stellingen, discussie tot nieuwe inzichten te komen. Want dat is het doel van dit programma, om te inspireren en om te informeren en ook om de verbinding op te zoeken tussen alumni zoals we hier met z'n allen zitten. Goed, dat gaan we met z'n allen dus ook doen. Maar voordat we officieel beginnen, wil ik graag uitnodigen hier op het podium de rector Magnificus, tevens voorzitter van het college van bestuur, Wim van den Donk, om een openingswoord tot u allen te richten. Dankjewel, Nathan, dat wil ik heel graag doen. Wat fijn om u allemaal in onze aula weer te zien. We hebben, geloof ik, wel lastige gelegenheid gehad in Cube, hybride, online, maar dit is toch eigenlijk de real thing, dat we elkaar echt weer kunnen zien. Weaving minds and characters, en hier zitten ze dan, dacht ik. Hè? Dat is toch de opdracht die we, althans voor de laatste versie van het strategisch denken over waar we met onze universiteit naartoe willen, hebben het zo eens geprobeerd onder woorden te brengen. Wat doen we hier eigenlijk? Wat is de bedoeling? En dat is mooie mensen maken die in een van de disciplines, vakgebieden die ook steeds meer met elkaar verweven raken, goed geverseerd verantwoordelijke posities in de samenleving gaan innemen. En dus, je zou kunnen zeggen, specialiteiten en specialisten in verandering zijn. Want ik had gisteravond het genoegen met iemand te spreken die in 1972 hier afstudeerde in de accountancy. En de rest is geschiedenis. In die zin dat je, als je daaraan, wat is er in jouw vakgebied allemaal gebeurd de afgelopen jaren, dat is natuurlijk indrukwekkend. De technologie, de cultuur, de samenstelling van economische processen en veranderprocessen. Het is eigenlijk duizelingwekkend om te zien wat er allemaal gebeurt. Ik vertel dan ook altijd mijn eigen favoriete verhaal op dat punt dat ik, toen ik zelfs nog medewerker was, ik heb het over 89, en secretaris van een internationale researchgroep was, dat ik vanuit een van de gebouwen waar ik toen zat, ik denk dat het Koopmansgebouw was, zoals het nu heet, naar hier, en dan had je de afdeling registratuur. En dan moest ik voor de faxen die binnenkwamen, die alleen hier binnenkwamen, een handtekening zetten en aangeven van wie die fax was, hoe laat die binnen, van dat. En als ik het omgekeerde wilde fax sturen, hetzelfde verhaal. En op een gegeven moment hadden we met die club van ons gezegd, kunnen we zelf niet een fax kopen? Nee, dat was volstrekt ondenkbaar. Het idee dat iedereen op zijn eigen houtje ging communiceren met de buitenwereld, ondenkbaar. 2 jaar na de hand was er internet, de rest is geschiedenis. Over verandering gesproken. Ik denk dat, we zijn ook nog steeds een beetje een Brabants universiteit, en we hebben daar wel wat mee met verandering, want het zit ook in onze naam, Brabanders. Dus we hebben ook een soort neiging om dat positief te omarmen. En de idee is inderdaad dat kennisontwikkeling en een beetje pielen en klooien en ontwikkelen en de frontiers of knowledge elke keer verschuiven, dat is in zichzelf van belang, maar draagt ook wel bij aan maatschappelijke veranderingen die we echt wenselijk vinden, waar we behoefte aan hebben. En nou ja, over behoefte aan maatschappelijke veranderingen, ik hoef maar een paar grote dossiers te noemen, u kent ze allemaal, die zijn echt gediend bij het, nou ja, bij het nieuwe kennis ontwikkelen en het doorduwen van nieuwe kennis, maar ook het weten van hoe je die kennis
in allerlei complexe veranderingsprocessen toepast. En dat vraagt echt om ander element wat in onze strategie, denk ik, steeds belangrijker is beklemtoond van, natuurlijk heb je stevige disciplinaire achtergronden nodig. Dat is onomstreden dat je een goed psycholoog, en daarbinnen heb je allerlei takken van sport natuurlijk, bij de economie, bij het recht niet anders. Maar steeds meer het vermogen moet hebben om je kennis te verbinden met andere kennis. Sterker nog, dat je dat ook een beetje leuk vindt om te doen. En dat vanuit een wetenschappelijk belang, maar ook vanuit een belang van het hanteren van die kennis bij maatschappelijke vraagstukken, dat je het vermogen moet hebben om je daarmee te verbinden. Je kunt bijna nooit meer zeggen van, nou ja, dit zeg ik ervan en dan zal het wel zo zijn. Het is steeds meer nodig, en dat is toch ook een mindset, om je met andere disciplines en andere collega's van allerlei vakgebieden te kunnen verbinden in het engagement. En dat is denk ik altijd al wel een beetje zo geweest. Maar misschien is dat chronocentristisch gedacht. Het lijkt in onze tijd steeds meer aan de orde dat we dat steeds meer en beter en goed moeten kunnen. Weaving minds and characters dus. Minds, want dat vraagt een mindset. Maar ook characters. Het moet ook een vermogen zijn dat je in je handelen, in je denken en doen ontwikkelt. Dat je dat leuk vindt om te doen. Dat je interdisciplinair en in verbindende teams wil samenwerken. Dus toen het thema van deze Kopenhagen-meeting weer bekend werd, sprak ons dat zeer aan. Het nadenken over verandering is denk ik bitter noodzakelijk. En kan ook gevoed worden door hele interessante kennis. En ik was blij om te zien, Margie, dat jij ook vanuit de psychologie een bijdrage heeft, omdat vanuit een van de vorige rollen die ik mocht vervullen bij de WER en daarna ook wel in het provinciebestuur mij opviel dat we zo weinig psychologische kennis gebruiken in beleid. We hebben heel veel economen en juristen en wie ben ik in dit gezelschap in deze universiteit te zeggen dat we die kennis niet nodig hebben? Heel hard. Maar zelfs binnen die disciplines is de psychologie denk ik voortdurend nodig om gedrag te begrijpen waar het uiteindelijk om gaat. Maar ook de kennis van het gedrag. Een veld waar enorm veel en in hoog tempo veel nieuwe kennis ontwikkeld wordt door nieuwe methoden van onderzoek, nieuwe digitale laboratoria die we hebben om steeds meer te weten van gedrag. Het gaat ons helpen om gewoon echt beter in staat te zijn de interventies die we nodig hebben echt te doen. En laat ik eindigen met één vraag van mijn kant uit, is die me echt af en toe wel bezighoudt. Zijn we eigenlijk nog wel in staat om op tijd radicale besluiten te nemen? In de zin van besluiten die echt veranderingen inluiden, die niet alleen maar een beetje anders zijn, maar die echt in staat zijn om de dingen echt anders te doen. Mij bekruipt het gevoel dat we dat ook wel echt moeten kunnen. Er komt nogal wat op ons af. En soms zie je dat het gebeurt zonder dat het beleid van ons is. Ik bedoel, de grote baas in het Kremlin is dingen aan het bij elkaar schaken, geopolitiek, die ons confronteert met radicale veranderingen, waar we op de een of andere manier toch mee moeten dealen. Soms is dan de vraag, maar waarom zijn we alleen reactief en kunnen we niet wat meer proactief grote veranderingen inluiden en hoe doen we dat eigenlijk? En soms heb ik wel eens de neiging dat we daar nog veel meer kunnen leren van de theologen in onze universitaire gemeenschap dan van de economen en de juristen, maar dat zal vandaag verder blijken. Fijn dat u er bent en veel plezier. Ja, hartelijk dank Wim van der Donk. En het ging over characters en minds en over verantwoordelijkheid nemen. En dan moet ik soms wel bekennen dat ik vraag of dat mij gelukt is, weet ik niet zeker. Ik denk dat ik er op mijn manier ook invulling aan geef. Als cultuurwetenschapper bij deze universiteit destijds, een minderheid, heb ik het toch tot redacteur van De Speld onder andere kunnen schoppen. Dus als je dan dagelijks met de actualiteit ook bezig bent en met de veranderende wereld, dan is het ook een manier om die te becommentariëren en proactief ermee bezig te zijn. We gaan niet alleen naar Tilburg University, maar ook naar de Stichting Vrienden van Kopenhagen. Natuurlijk is het ook goed om Wouter Schepens aan u voor te stellen als voorzitter daarvan. En hij zal het thema nog even toelichten voordat we echt beginnen met de keynotes. Ook graag een applaus voor Wouter Schepens. Dank u wel. Het is buitengewoon fijn dat u er allemaal bent. En dat we zoveel alumni in ons midden hebben. Dank ook aan de sprekers. Het is... we zijn eigenlijk wat te laat. We zouden deze lezing hebben in november vorig jaar. En het leek heel lang dat het zou gaan lukken, dat die zou gaan plaatsvinden. We merkten ook een grote drang bij vele mensen en toen toch weer corona. Maar we zijn dus heel blij dat we min of meer het gewone leven terug hebben en alsnog dit belangrijke thema aan de orde kunnen stellen. Want de vraag waar we het vandaag over gaan hebben, kunnen we nog veranderen, Wim? Dat is inderdaad de vraag die ons ook bezig hield en die drong zich eigenlijk makkelijk op.
Als je kijkt naar de uitdagingen rond klimaatverandering, milieuvervuiling, toenemende ongelijkheid tussen landen, tussen generaties, tussen bevolkingsgroepen. Nou, daar kwam corona nog eens overheen en vandaag de dag hebben we ook nog eens te maken met de oorlog in de Oekraïne. En met zo'n bord vol problemen vraag je wel af, wat leren we hier nou eigenlijk van? Lukt het ons om ons aan te passen aan de omstandigheden en hoe dan? En even voor de goede orde, dit is toch ook niet zo'n vraag die zich heel onverwachts aandringt, laten we wel zijn. In 1972 had je al de Club van Rome die waarschuwde voor de duurzaamheidsproblematiek. In 1987 was er de commissie Brundtland van de Verenigde Naties. Dus het is nog toch niet dat we zijn overvallen door de uitdaging van vandaag de dag. Dus kennelijk zijn we wel in staat om problemen en uitdagingen onder ogen te zien. Maar zonder dat we tot betekenisvol bijsturen overgaan. En weet je, moet dan ook niet te pessimistisch zijn. Wim, jij zei, een Brabander is van nature optimistisch. Zo begreep ik het nou. Ik ben ook een Brabander. Maar ik woon misschien te lang in het westen van het land om dat natuurlijk optimisme vast te houden. Maar het valt mij wel op, ook in mijn werk, dat de kunst van het bijsturen, de kunst van het aanpassen, ons niet gemakkelijk afgaat. In zijn essay De Fundamenten heeft ook Ramzi Nasser het erover. En hij uit zijn zorgen over de dynamiek van verduurzaming en de noodzaak daartoe op een veel mooiere manier dan ik het zou kunnen doen. Hij vraagt dingen als waarom blijven we zo enorm consumeren? Wat is een beter leven eigenlijk? Wat hebben we nodig en wat niet? Maar hij zegt ook dat een kunstenaar volgens hem niet de aangewezen figuur is om een maatschappij in te richten, laat staan om een economisch bestel te hervormen. Dat is een andere en hij zegt dat is aan ons. En hier komen we dus nog over te spreken vandaag. Maar in een ander essay in diezelfde bundel, daar gaat hij in op het belang van de kunsten. En hij zegt, het biedt niet zomaar schoonheid en troost in tijden van crisis. Dat noemt hij Dille en Camille filosofie. Daar had ik nog nooit van gehoord, ik weet ook niet of dat hier onderwezen wordt. Maar we begrijpen meteen wat hij bedoelt. Hij zegt dat kunst veelal ongemakkelijk is en weerbarstig. Het kan afstotelijk zijn en schokkend. Kunst toont ons hoe complex de wereld is. Ze doet ons twijfelen aan onze waarheden. Kunst biedt geen zekerheid. De kunst draagt dus uit om anders te kijken. En die uitdaging om anders te kijken, naar de uitdagingen, dat was dus de ambitie ook van deze lecture. Wij hoopten dat deze lecture en de sprekers die we vandaag hebben ons zouden helpen om anders te kijken en ook anders te gaan doen. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik de meest poëtische manier waarop dat anders kijken is verwoord, is voor mij door de zanger-muzikant Spinvis, wie kent hem niet. Die heeft het in zijn lied Kom Terug, prachtig lied trouwens, draaien we straks, zegt hij, erf de ogen van je kind, kijk erdoor. Misschien hebben wij het wel nodig dat wij door de ogen van onze kinderen of kleinkinderen naar de wereld leren kijken. Erf de ogen van je kind, kijk daardoor. En misschien zie je dan de aanmoediging om tot verandering te komen en die te omarmen. Ik weet niet helemaal of dat een van de oplossingen is. Misschien draaf ik door en gelukkig hebben we dan ook betere sprekers, andere sprekers die ons daarbij gaan helpen. Dus inderdaad professor Margriet Sitskoren die wij gevraagd hebben, omdat wij ons afvroegen, zijn wij wel, zoals Engelsen zouden zeggen, gewired om met dit soort grote veranderingen om te gaan. Misschien is het veel comfortabeler om terug te blijven hangen in het leven wat we hebben en wat we kennen. Om onze gevestigde belangen zo lang mogelijk overeind te houden en niet te veel na te denken en te acteren op die onzekere toekomst. Maar we hebben ook Marlijn Twaalfhoven gevraagd, omdat wij toch wel in de geest van Ramzi Nasser, maar ook vele anderen, denken dat we uit onze groef moeten worden geschopt. Dat is wel heel hard, dat is niet Brabants. Verleid worden uit onze groef te komen en de zaken anders gaan zien. En ik denk dat kunstenaars, wij denken ook als bestuur van de Vrienden van Poppenharen, dat juist de kunsten en de kunstenaars ons daarbij kunnen helpen. Dus ik wens ons allemaal een hele interessante en boeiende middag toe, waarbij we hopelijk ook komen onder leiding van Nathan, die ons door deze middag gaat heen leiden tot een goed gesprek hierover. En dan wens ik u daar allemaal heel veel plezier bij. Dank voor de komst. Dank aan voorzitter Wouter Schepens. En wij zien elkaar aan het eind van dit programma nog even terug om te kijken of het allemaal gelukt is. Dan gaan we nu met het eerste perspectief van start, namelijk vanuit de wetenschap kijken hoe onze hersenen, hoe we die kunnen ontwikkelen
door ons gedrag te veranderen en misschien ook wel onze omgeving, of misschien als een veranderende omgeving optreedt, hoe dat onze hersenen verandert. Daarvoor hebben wij iemand gevonden die aan Tilburg University hoogleraar is klinische neuropsychologie, Margriet Sitskoorn. En u kent haar misschien van landelijke bladen, media, podia, televisie, waarop zij geregeld ook het vakgebied voor verschillende doelgroepen nog eens voor het voetlicht brengt. En vandaag is ze hier, zijn we heel blij dat ze iets gaat vertellen ook over de veranderende maatschappij en de New Common, waarover ze onder andere vorig jaar 2 boeken schreef. Wie heeft die boeken gelezen trouwens? Dat was huiswerk voor vandaag. Nou, dan moeten we daar even nog op ingaan. In ieder geval heel blij dat zij hier is om het komende half uur ons mee te nemen. Er is geen mute-knop trouwens, dat geef ik er nog even bij, dus dit is live. Als je een vraag hebt, bewaar hem even voor na de presentatie, dan kunnen we die meenemen. Voor nu in ieder geval een heel groot applaus voor professor Margriet Sitskoorn. Dankjewel Nathan en ontzettend bedankt voor de uitnodiging. Ik ben hier heel graag. Ik ben heel blij dat het eindelijk live kan. En tijdens de gesprekken aan het begin al heb ik al allerlei inspiratie opgedaan. Onder andere over radicale verandering. Nou, ik word graag nog eens uitgenodigd om daar wat over te vertellen. Want dat is hartstikke interessant om te doen. We gaan het inderdaad hebben over de kunst van het veranderen. De kunst van het veranderen. Wat houdt dat nou in? Nou, die is ontzettend hard nodig. Laten we daarmee beginnen. Er is al van alles over gezegd, over de problemen in de huidige wereld. Die problemen lijken nieuw. Ik heb een zoon van 19 die hier ook econometrie studeert. En voor hem lijken dit allemaal nieuwe problemen. Maar als je de leeftijd hebt die ik heb, dan denk je ook wel terug aan bepaalde dingen die eerder waren geweest. En die hier ook weer erg op lijken. Wat wel verschillend is in de huidige wereld, is dat we in een wereld leven die ook wel de VUCA-wereld wordt genoemd. En VUCA is een acroniem. Dat is ontstaan in het Amerikaanse leger. En VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity. En dat definieert de wereld van vandaag enorm. De wereld van vandaag is zo volatiel, de veranderingen zijn zo snel, dat we het eigenlijk moeilijk bij kunnen houden. Daar komt nog eens bij dat ze enorm complex zijn. Ik ben wetenschapper aan de universiteit hier en ik kan werkelijk met een druk op de knop alle wetenschappelijke artikelen over één onderwerp krijgen. Nou, probeer dat maar eens bij te houden. En zeker als je geïnteresseerd bent in meerdere onderwerpen en overal mogelijkheden ziet om door middel van wetenschap en kennis bij te dragen aan de wereld. Door die volatiliteit en die complexiteit ontstaat er eigenlijk bij menigeen onzekerheid. We vragen ons af, snap ik het nog wel? Hoe zit het nou? Ben ik wel slim genoeg om mee te gaan in de pas die vandaag de dag heerst? En daardoor ontstaat er ook vaak ambiguïteit. En dat merken we in de huidige wereld enorm. Twee mensen kunnen naar precies hetzelfde probleem kijken en het volledig anders uitleggen. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de discussie omtrent vaccinatie, die zich doorzet in allerlei andere thema's. En door die ambiguïteit ontstaat er eigenlijk ook een enorme polarisatie in de huidige maatschappij. En daar moeten we iets mee, of we willen of niet. De omslagsnelheid van verandering is dus enorm in de huidige wereld. En dan is de vraag in eerste instantie, voordat we doorgaan op de vraag, kunnen wij veranderen? Wat doet dit nou met je hersenen? En wat ik weet uit mijn vakgebied, de klinische neuropsychologie. En klinische neuropsychologie, dat is het gebied wat de relatie onderzoekt tussen hersenen en gedrag. En ik werk qua onderzoek hier het meeste met patiëntpopulaties, patiënten met tumoren, strokes enzovoort. Maar eigenlijk alles wat we daar vinden, kan ik ook u duidelijk maken in korte testjes. En ik wil dat testje even met u doen. Dat is een testje, het heet de Stroop Task. U kent hem misschien, maar u moet even wachten met oh ja roepen, want ik heb er een extra dingetje in gedaan. En als u die test doet, u doet allemaal hardop mee, schroom niet. Hè. Ik sta in het licht hier, ik sta met eentje op het podium. U zit met een man of 200 in de zaal. Ik heb een beetje na-effecten van die lampen, dus ik zie u niet goed. Dus u valt weg in de groep, dus u kan rustig meedoen. We gaan die test met z'n allen doen. En dan ervaart u eigenlijk in zeer korte tijd wat die VUCA-wereld nou met u doet. Wat gaan we doen? Ik laat een woord zien, dat staat groen, maar het is in rood gedrukt.
En u moet uw leesreflex, die hebben we allemaal, als wij woorden zien, dan lezen we ze meteen. Maar tenzij u ernstige dyslexie heeft, dan heeft u nu een voordeel met deze taak. U moet uw leesrespons onderdrukken en in plaats daarvan de kleur noemen waarin het woord gedrukt staat. Dus hier zegt u, goed zo, en hier zegt u, en hier zegt u, heel goed. Heel goed. Maar als een woord in blauw gedrukt staat, dan noemt u niet de kleur waarin het woord gedrukt staat, dan leest u het woord. Dus hier zegt u geel. Heel goed. Nou, het gaat spannend worden, u voelt het al. Ik zal het nog één keer herhalen. U noemt de kleur waarin een woord gedrukt staat, tenzij een woord in blauw gedrukt staat, dan leest u het woord. Als ik het kan zeggen, kan u het doen. Toch? Laten we beginnen. Ik help u een eindje op weg. En daarna ga ik u vragen wat u voelde, wat er gebeurde. Rood. Geel. Groen. Geel. Ja. Heel goed. Ja. Ja. Gaat goed. Goed. Kom op, de laatste met z'n allen. Heel goed. Ik keur het goed, ik keur het goed. Ik ben een goede bij vandaag. Wat gebeurde er hier? Misschien kan iemand beschrijven, en doe het maar even zo, want anders praten we door elkaar. Beschrijven wat hij voelde. Wat voelde u? De neiging om het woord te lezen. Dus moeite met het onderdrukken van het woord lezen. Ik hoorde nog iets. Wisseling van perspectief. Verwarring. Onzekerheid. Opluchting als het lukt. Allemaal heel bijzonder. Want dat is inderdaad wat op deze korte termijn gebeurt. Want wat moet u doen? U moet bepaald gedrag onderdrukken. En net als u daaraan gewend bent, moet u plots veranderen. En als u plots moet veranderen, dan kost dat tijd. Als u overgaat bijvoorbeeld van het vierde woord waar u geel moet lezen naar waar u weer groen moet zeggen, dan kost dat heel veel tijd. Ik zie de verwarring. En net als u dat onder de knie heeft, moet u weer veranderen. Nou, dit is wat in die VUCA-wereld eigenlijk de hele dag aan ons gevraagd wordt. Net als we het onder de knie hebben, is het alweer oud. En moeten we iets anders. Je moet dus steeds veranderen in die wereld. Die wereld vraagt daarom. En soms vraagt het om drastische veranderingen. Soms vraagt het om weloverdachte veranderingen. En soms moet u gewoon mee met de flow. Maar wat gebeurt er? En daar sprak Wouter net eigenlijk ook al een beetje over. Automatismen zitten in de weg. U bent geneigd te handelen volgens automatisme. En dat moet u loslaten. En dat kost energie en dat levert stress op. Veranderen is dus het doorbreken van automatisme. En dat kost energie. En dan zien we in de huidige maatschappij dat zaken als onzekerheid, telepressure, dus continu online moeten zijn, voortdurend informatieoverload. Die telepressure werd nog groter tijdens COVID natuurlijk. En dan ook nog eens het gebrek aan echt contact tussen mensen, wat we 2 jaar gehad hebben, dat verhoogt die stress nog eens. En dat maakt veranderen nog moeilijker. En aan de andere kant maakt het het nog noodzakelijker. We zitten dus een beetje vast daarin. En dan is er nog iets met veranderen. Veranderen betekent altijd uit je comfortzone komen. Altijd. Want als je het al kent, als je al weet hoe het moet, als je het altijd al deed, dan is dat je comfortzone. En als iets anders moet, dan roept dat altijd weerstand op. Waarom? Veranderen kost energie. En we zijn al overvraagd in de huidige maatschappij. Dus groeien voelt vaak als weerstand. Nou, dat is al een hele handige tip. Op het moment dat u denkt, zal mijn tijd wel duren? Dat is weerstand over het algemeen. Op het moment dat u denkt, dat kan ik niet meer. Op het moment dat u denkt, daar heb ik de tijd niet voor. Moet u nog een keertje nadenken. Want dat is altijd een teken dat er kans is op ontwikkeling. Ik ben een Brabander, hè? Altijd positief.
Maar dan komt de vraag die mij gesteld is om vandaag te beantwoorden. En, want we moeten veranderen, dat is duidelijk. Maar kunnen we wel veranderen? Veranderen, daar zit iets bijzonders in. Een soort paradox. Want omdat we moeten veranderen, daarin zit dat we zijn en dat we worden. Zoals u binnenkwam de zaal, was u iemand, en dat bent u nog steeds. Er zit continuïteit in ons zijn. Maar tegelijkertijd wordt u. Door de kennis die u erop doet, bent u in wording. En als wij het goed doen als sprekers, dan verlaat u straks de zaal en dan bent u veranderd. En hoe gaat dat nou in zijn werk? Wat is nou die basis van zijn en die basis van worden? Nou, ik moet daardoor, om u dat goed uit te leggen, ik moet u een klein lesje neurologie gaan geven. En dat lesje gaat als volgt. De hersenen bepalen wat je denkt, voelt, doet en hoe je ontwikkelt. Nou, dat weet iedereen, maar dat is maar een deel van het verhaal. Een kind wordt geboren, het heeft een stel hersenen. En die hersenen bepalen dus hoe dat kind is en hoe dat kind wordt. Maar als je wilt veranderen, dan zul je die hersenen moeten veranderen. Want als je hersenen bepalen wat je denkt, voelt, doet en hoe je ontwikkelt, en je wilt veranderen, dan zul je die hersenen moeten veranderen. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Nou, deze kant van de pijl, van hersenen naar gedrag, die begrijpt iedereen. De hersenen bepalen wat je doet, denkt, voelt. Maar dat die pijl twee kanten op gaat, dat weten heel veel mensen niet. En dat zouden ze wel moeten weten. Dat is misschien wel de belangrijkste kennis die ik vandaag kan overdragen. Want hoe gaat dat in zijn werk? Alles wat u doet, alles wat u voelt, alles wat u denkt, alles wat u meemaakt, alles waar u aan blootgesteld wordt, verandert direct de functie en de structuur van uw hersenen. En dat moet u dus zeer letterlijk nemen. We noemen dat experience-based neuroplasticity. En dat is mijn expertise. En dat betekent hoe de hersenen veranderen onder invloed van gedrag en de wereld daarbuiten. Nou lijkt dat een heel nieuw begrip. Maar de grondlegger van de psychologie, William James, schreef in 1890, dat is anderhalve eeuw geleden, in The Principles of Psychology, schreef hij al, plasticity means the possession of a structure weak enough to yield to an influence, but strong enough not to yield all at once. An organic matter, especially nervous tissue, seems endowed with a very extraordinary degree of plasticity of this sort. Behavior in living beings is due to plasticity. Wat wordt hier gezegd? Hier wordt gezegd dat wij allemaal het vermogen tot plasticiteit in onze hersenen hebben. En als we dat vermogen van plasticiteit in onze hersenen hebben, dan betekent dat dat we kunnen veranderen. De kunst is echter, en dat zegt James hier ook al, dat je niet allemaal ineens op iets moet veranderen. Je moet stabiel genoeg zijn aan de ene kant en aan de andere kant flexibel genoeg om te veranderen. En daar ligt natuurlijk vaak het probleem. Er zijn verschillende vormen van neuroplasticiteit. En ik wil er u graag drie uitleggen. De eerste is experience-independent neuroplasticity. En experience-independent neuroplasticity, het woord zegt het al, betekent neuroplasticiteit, dus verandering van de hersenen, zonder dat daar input van buitenaf nodig is. Zonder dat daar een bepaalde ervaring voor nodig is. Experience-independent neuroplasticity wordt veroorzaakt door je genen en zorgt ervoor dat onze hersenen er allemaal op bepaalde vlakken hetzelfde uitzien. Als ik van u allemaal een hersenscan zou maken, dat is wat we doen in ons onderzoek, dan weet ik precies waar uw amygdala ligt, waar uw hippocampus ligt, waar uw ventromediale prefrontale hersenschors ligt. Dat is ongeveer allemaal hetzelfde bij iedereen. Dan gaan we door naar de volgende. Experience expectant plasticity wordt bepaald door je genen en de omgeving. En wat krijg je dan? Dat iedereen nog steeds bepaalde ontwikkelingen in de hersenen heeft die voor iedereen hetzelfde zijn. Om u daar een voorbeeld van te geven. Als u blootgesteld wordt aan een taal in uw leven, dan ontwikkelen bepaalde centra in de hersenen, netwerken in de hersenen die met taal te maken hebben.
En die netwerken vind ik bij iedereen terug en iedereen spreekt daardoor een taal. U kunt daardoor spreken, omdat u in uw jeugd bent blootgesteld aan taal. Maar, dan de vorm waar het vooral om gaat vandaag. Experience-dependent plasticity betekent plasticiteit afhankelijk van de ervaring. Van de specifieke individuele ervaring. Dus, wij met z'n allen zijn blootgesteld aan de Nederlandse taal. En daarom spreekt u Nederlands. Maar als ik nou in uw hersenen kijk, kan dat uitsluitend omdat uw hersenen op een unieke manier gevormd zijn. Die zijn anders gevormd dan van iemand die Turks of Chinees spreekt. Dus experience-independent neuroplasticity bepaalt dat uw hersenen op een unieke manier vormen en dat daardoor uw gedrag op een unieke manier vormt. Heel belangrijk hieraan is dat het ertoe doet waar u zichzelf aan blootstelt. En niet alleen waar u zichzelf aan blootstelt, het doet ertoe waar u een ander aan blootstelt. Want door iemand ergens aan bloot te stellen, verandert u de hersenen van die persoon. Ik heb daar hier een voorbeeld van bij. Dit is een schematische schets van de hersenen. Voorkant, achterkant, cerebellum. En dan een uitvergroting van een neuron, een hersencel met uitlopers. Die uitlopers noemen we axonen en dendrieten. En die axonen en dendrieten die verbinden elkaar ergens. En waar ze verbinden, dat noemen we de synaps. En in die synaps wordt informatie overgegeven van de ene cel naar de andere cel. En zoals u hier zit, en dat is de grootste veranderkunst die ik vandaag ga doen. Zoals u hier zit, maakt u duizenden synapsen aan. Met andere woorden, en we hadden misschien een disclaimer bij de deur moeten zetten. Na uw interactie met mij vandaag, zullen uw hersenen nooit meer hetzelfde zijn. Ik zal u getroosten, ook mijn hersenen zullen nooit meer hetzelfde zijn na de interactie met u, natuurlijk. Wat zien we hier gebeuren? We zien hier die cel, dat neuron, en die neuronen die vormen netwerken met elkaar. En neuronen die komen er gedurende uw hele leven bij. Dat noemen we neurogenese. En ik weet heel veel mensen, ook ik nog in mijn opleiding, zijn opgeleid of opgevoed met het dogma hersencellen gaan alleen maar kapot. Er komt nooit iets bij, gaan alleen maar kapot. Door klappen op je hoofd, door ouderdom, door alcohol. Nou, dat is allemaal waar, kan ik niks aan afdoen. Maar tegelijkertijd krijgt u tot aan uw dood nieuwe hersencellen bij. U kunt wel harder drinken dan dat u nieuwe hersencellen erbij krijgt. Laat ik die waarschuwing even geven. We zijn toch een Brabant, hè? U krijgt er niet alleen nieuwe hersencellen bij, u krijgt er dus ook axonen bij en u krijgt er dus ook synapsen bij. Synaptogenese heet dat. Nou krijgt u er niet alleen maar van alles bij, dat zou ook niet kunnen. Uw hersenen zitten in een harde schedel, die geeft niet mee. Dus als u er alleen maar bij zou krijgen, dan zouden uw hersenen letterlijk uw neus uitkomen. Dat is wat onsmakelijk. Er wordt ook gekapt. En dat kappen noemen we pruning. Pruning, voel je niks van. Dat moet u zien als het snoeien van een rozenstruik of het dieven van een tomatenplant. Dat gebeurt om datgene wat tot volle bloei moet komen, dat ook tot volle bloei komt. Ontzettend belangrijk. Dus er wordt gepruned, wat u niet doet, waar u zich niet aan blootstelt, dat wordt gekapt. Die netwerken verdwijnen. Dus letterlijk, niet lachen, niet dansen, niet zingen. Het lachen, dansen, zingen zal u vergaan. Aan de andere kant, dat wat u veel doet, dat ontwikkelt. Dus debatteren, rekenen, viool spelen, voetballen. Als u dat veel doet, dan ontwikkelt u reken, debatteer, viool en voetbalnetwerken in uw hersenen. En dan gaat het rekenen, debatteren, voetballen en viool spelen u steeds beter af. Dat is wat neuroplasticiteit doet. En dat klinkt enorm positief. Maar er zit een maar aan. Want neuroplasticiteit aan zich heeft geen richting. En wat bedoel ik daarmee? Het is wat u erin stopt wat ontwikkelt. Dat is ook wat eruit komt. Met dat voetballen, viool spelen, debatteren, weet u nog. Maar het geldt ook voor negatieve dingen. Als u de hele dag zeurt, ontwikkelt u de perfecte zeurnetwerken in uw hersenen. En het zeuren zal u steeds beter afgaan. Kent u iemand die deze schoen past?
dan moet u daar een beetje respect voor hebben. Daar zit tijd in, die ontwikkeling. Nogmaals, het is dus ontzettend belangrijk waar we onszelf aan blootstellen en waar we anderen aan blootstellen. Want dat is wat ontwikkelt. Een stapje verder. De invloed van de hersenen, gedrag en omgeving. En ik heb een voorbeeld meegenomen van een man die ik heb beschreven in een van mijn boeken, Rüdiger Gamm. En Rüdiger Gamm is een Duitse man die heel veel moeite had op de middelbare school met rekenen. Zoveel moeite dat hij eigenlijk niet dreigde te slagen. En hij kreeg op een gegeven moment een boek van iemand met kwadraten daarin. Bijzonder cadeau, maar het intrigeerde Rüdiger. En Rüdiger ging alle kwadraten uit zijn hoofd leren. En Rüdiger kon dat zo goed dat hij in Wetten, Das kwam. De gemiddelde leeftijd in de zaal kent Wetten, Das nog wel. Met Jos Brink was dat volgens mij. Wetten, Das. En Rüdiger maakte furoren en dat inspireerde hem om zeker 6 uur per dag te besteden aan het leren van halffabrikaten van rekenen. En Rüdiger wordt vandaag de dag gezien als een rekenwonder. Wat is nog meer, dat is al heel bijzonder natuurlijk, hè, dat je jezelf tot rekenwonder kunt omvormen. Dat komt dus door die training, door die neuroplasticiteit van de hersenen. Maar Rüdiger is ook gevolgd en er zijn hersenscans, niet door mij gemaakt, maar door een Belgische collega. En die hersenscans laten zien dat gebieden die wij gebruiken voor ons langetermijngeheugen, die gebruikt Rüdiger voor zijn werkgeheugen. En wat is het werkgeheugen? Werkgeheugen betekent dat je informatie online houdt om er later iets mee te doen. Dit is een heel mooi voorbeeld wat we kunnen staven met imaging, waar we zien hoe Rüdiger zijn gebieden in zijn hersenen verplaatst heeft om te gebruiken voor andere vaardigheden die hij veel traint. Nou, eens kijken of u op het niveau zit van Rüdiger. Wie het weet mag het zeggen uit zijn hoofd. Hoeveel is 62 gedeeld door 167? Moeilijk, best wel hè. Laten we eens kijken hoe Rüdiger dat doet. We zien Rüdiger hier in een Duits programma met Frans voice-over. En Rüdiger wordt dezelfde som gevraagd. On va commencer en daarna gaan we zien hoe hij de som uitrekent. 62 par 167. 67. Thorsten Fehr de l'université de Brême est chercheur neurologue spécialiste des génies de la mémorisation. Rüdiger Gamm, prodige du calcul mental, est son cas le plus spectaculaire. Hier komt Rüdiger. 0,0,3,2,5,7,1,2,5,7,4,2,9,9,4,1,9,7,6,0,0,0,0,1,9,6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 ,1,
Het eerste inzicht wat ik u wil geven. Het eerste inzicht is, we kunnen veranderen. We kunnen veranderen. En dat is enorm hoopvol en enorm krachtig. Door neuroplasticiteit van de hersenen zijn we gewired voor verandering. We moeten zelfs veranderen. Veranderen is nodig om aan te kunnen passen. En dat moeten we doen en dat kunnen we doen. Nou is er iets bijzonders aan die neuroplasticiteit. En dat heb ik u net al wat proberen uit te leggen. Want de hersenen zijn door die neuroplasticiteit een open systeem. Heel veel mensen denken over de hersenen als een gesloten systeem. Je wordt geboren met een stel hersenen. Misschien in je jeugd dat er nog wat verandert, maar daar moet je het dan wel mee doen. Dat is dus onzin. Dat is niet zo. U kunt veranderen tot aan uw dood. En het is wel zo dat als u jong bent, of mid-20, dat er dan bepaalde gebieden in de hersenen wat sterker nog kunnen veranderen dan als u ouder bent. Maar, zeg ik altijd, hoe ouder u wordt, hoe meer zeggenschap u krijgt over uw eigen leven. Dus hoe meer zeggenschap u krijgt aan datgene waar u zich aan bloot wilt stellen. En meer blootstelling aan iets is meer verandering. Dus u kunt veranderen. De hersenen zijn een open systeem in contact met de wereld. En toen ik daarover nadacht, toen ineens dacht ik, maar dat is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Want wat betekent dat? Dat betekent dat door de interactie met de wereld en onze hersenen, voor iedereen die hier zit,
en iedereen die buiten rondloopt, de buitenwereld samenvalt met onze binnenwereld. Ik ga dat zo nog wat meer uitleggen. En onze binnenwereld valt samen met de buitenwereld. En wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee dat waar u zich niet aan blootstelt, deze lezing bijvoorbeeld, verandert uw hersenen. En omdat uw hersenen veranderen, verandert uw denken, voelen en doen. En omdat uw denken, voelen en doen verandert, verandert uw acteervermogen in de buitenwereld. En omdat u anders acteert in de buitenwereld, verandert de buitenwereld. En omdat de buitenwereld verandert, veranderen uw hersenen, want krijgt u andere prikkels in uw hersenen. En omdat u andere prikkels krijgt, gaat u anders denken, voelen en doen, omdat uw hersenen anders veranderen. En omdat u anders verandert, verandert uw acteervermogen in de buitenwereld. Afijn, ik kan nog even doorgaan, u snapt het. Ontzettend belangrijk. Die buitenwereld zit in ons allemaal. Want die maakt onze hersenen en onze vermogens zoals ze zijn. Natuurlijk in combinatie met onze genen. Maar de genen kunnen we voorlopig niks aan doen. En hoe wij zijn, verandert die buitenwereld. Het vermogen dat u heeft om te veranderen is niet alleen groot voor uzelf. Het vermogen dat u heeft om te veranderen is groot voor ons allemaal. Door die codependency van binnen- en buitenwereld, dat geeft het enorme belang aan van de inrichting van de buitenwereld voor de ontwikkeling van mensen. En vice versa. De ontwikkeling van mensen is ongelooflijk belangrijk voor de ontwikkeling van de buitenwereld. De wereld vormt ons en wij vormen de wereld. Het tweede inzicht is dus, door neuroplasticiteit vallen binnen- en buitenwereld samen. Laat ik nu even heel specifiek, heel snel, want ik heb nog 5 minuten van Nathan gekregen. Wat gebeurt er nou bij bepaalde blootstelling? Als je blootgesteld wordt aan stress, geweld, armoede, vervuiling, machteloosheid, dehumanisatie, onzekerheid, antisociaal gedrag, nou u kunt het rijtje zelf verder aanvullen, dan veranderen bepaalde gebieden in de hersenen, zoals de prefrontale hersenschors, maar ook structuren zoals pijn-genotsnetwerken en stresssystemen, veranderen zodanig, door middel van neuroplasticiteit, dat je stressgevoeliger wordt. Meer gevoelig wordt voor emotionele reacties. Je zult sneller je emoties geven in plaats van dingen ze over nadenken. Je bent gevoeliger voor verslaving, asociaal gedrag, voor korte termijn keuzes die gebaseerd zijn op pijn en genot. U zult snappen, en ik heb dit rijtje niet uitputtend gemaakt, maar u zult snappen dat als je zo ontwikkelt onder invloed van de buitenwereld, dat dat grote problemen voor jezelf en de wereld tot gevolg heeft. En daar worden we dan ook allemaal dagelijks mee geconfronteerd. En soms denken we, kan ik hier wel wat aan doen? Nou, antwoord heeft u net gekregen op die vraag. Hè? Afhankelijk van hoe wij de buitenwereld inrichten voor de mensen om ons heen, veranderen we de een of de andere kant op en krijgen we deze problemen of lossen we ze op. Want blootstelling aan liefde, veiligheid, goede rolmodellen, vertrouwen, gezien worden, open-mindedness, mededogen, ondersteuning, pro-sociaal gedrag, dus gedrag waar je niet alleen je eigen belang, maar ook het belang van anderen voor ogen houdt, zorgt ervoor dat die prefrontale hersenschors, stressgebieden, pijn- en genotsystemen zo ontwikkelen dat je stressresistent wordt. Dat je pro-sociaal gedrag vertoont. Dat je een balans vindt tussen korte termijn keuzes en lange termijn keuzes. En daar is het in deze wereld wel om te doen natuurlijk. Hè? Heel veel besluit wat wij nemen is op te korte termijn. En daarmee bedoel ik ook besluit voor bijvoorbeeld 4 jaar mee. Op het moment dat we zo ontwikkelen in zo'n wereld, dan zijn we in staat om deze problemen op te lossen. Het derde inzicht is dus, als binnen- en buitenwereld samenvallen, kunnen we de buitenwereld veranderen door de binnenwereld te veranderen. En we kunnen de binnenwereld veranderen door de buitenwereld te veranderen. Ik vat het voor u samen. Kunnen we veranderen? Jazeker, dat kunnen we. En door neuroplasticiteit, door de manier waarop we kunnen veranderen, vallen binnen- en buitenwereld samen. En dit geeft ons de gelegenheid om de buitenwereld ten goede te laten veranderen door de binnenwereld op bepaalde aspecten te veranderen en vice versa. Wij worden de Homo sapiens genoemd. Wij zijn
om precies te zijn de Homo sapiens sapiens. Valt nog wel mee met die wijsheid van ons, vind ik. Maar wij zijn zeker de Homo prospectus. De mens die de toekomst niet alleen kan voorstellen, maar haar ook ten goede kan vormgeven. Dat kunnen we doen door de kunst van het veranderen. En die kunst bezitten we allemaal. Laten we haar ook gebruiken. Dank u wel. Dank. Dank, Margriet. We gaan kijken of er vragen zijn in de zaal. Maar ik heb eerst nog één vraag, zelf om het ijs ook een beetje te breken. We hebben natuurlijk bij de New Common ook gezien dat we heel snel moesten veranderen. Maar nu zijn de files weer terug, mensen gaan weer naar kantoor. Dus hoe duurzaam is die verandering als je veranderd bent en je wordt ineens weer geconfronteerd met een verandering die teruggaat? Nou, kijk, wat je in 30 jaar opbouwt in de hersenen, breek je niet in één dag af. Tenzij het met doodsangst en doodsbedreiging te maken heeft. Dan kunnen wij vrij snel veranderen. Maar wat je ziet, is dat eigenlijk zolang de structuren blijven bestaan om oud gedrag te laten voortduren, dan blijft dat ook voortduren. Ik zit al lang in de wetenschap en ik weet dat wij eerst nog met Pegasus communiceerden. Ik weet niet of mensen dat nog weten. Het was het eerste mailsysteem tussen wetenschappers eigenlijk, internationaal. En er was buiten nog helemaal geen mail. En op een gegeven moment werd dat eruit gehaald en kwam er een nieuw systeem. En dat wilden we niet, want dat was allemaal moeilijk, moest je opnieuw. En zolang Pegasus in de lucht bleef, bleven met z'n allen Pegasus gebruiken. Ja. Totdat gezegd werd, het systeem gaat weg binnen nu in de maand en dan verander je. Ja. Dus je hebt meer, als je op oude automatisme kan varen, zul je dat blijven doen. Okay. En nu, stel dat we nu Pegasus weer zouden herinvoeren, zou je dat nog kunnen? Ik zie wel meer mensen dit herkennen. Ik zou Pegasus nog wel kunnen, maar het verschilt niet zoveel van mail. Het was beperkter, het was tussen wetenschappers eigenlijk. Ik ga even kijken of er nog een aantal vragen zijn in de zaal. We kunnen er een paar nu behandelen. Steek even je hand op als je een vraag hebt, dan komt er een microfoon naar je toe of ik zal de vraag even herhalen. Is er iemand met een vraag? Eenmaal, andermaal. Ja, hier is een vraag. Kan er een microfoon? Ogenblikje. Er komt een microfoon naar je toe. Ja, precies. Wat een beetje lijkt teleur te stellen is dat je je omgeving wel kunt veranderen, maar toch maar in zekere mate. En als een van de zoveel miljard mensen die daarmee bezig zijn met de omgeving te veranderen. Ja, dat is niet zo. Kijk, de druppel op de gloeiende plaat bestaat alleen maar als je vanuit een groot perspectief kijkt. De druppel op de gloeiende plaat bestaat op individueel niveau niet. Dus die verandering betekent heel veel op individueel niveau. En natuurlijk is het zo dat als ik in mijn eentje verander op bepaalde vlakken, dat niet al die goals van de United Nations opgelost worden. Maar door mijn verandering verandert een ander en weer een ander en weer een ander. Een quick fix is er niet. Dat is iets waar de huidige maatschappij ook enorm aan leidt, vind ik. Dat iedereen denkt dat het allemaal snel opgelost moet worden. Dat is er niet. Dit is een slow fix. En ja, dat duurt veel, lang en daar hebben we veel mensen voor nodig. Maar het verandert wel degelijk dingen. Okay. Daarmee de teleurstelling weggenomen, neem ik aan. Ik zie... Doordenken. Oké, dat is goed. Daar is het ook voor bedoeld. Dan is weer iets in de hersenen veranderd. Daar is ook nog een vraag, een laatste vraag voor nu. Dan gaan we daarna door naar de kunst. Ja. Nou, ik vroeg me af, als wij met z'n allen, zeg maar, als dit het traject is, zoals het werkt binnen de hersenen, waarom kiezen we er iedere keer dan voor om zeg maar zo geobsedeerd te zijn door het negativisme? Om zo? Nou, we hebben een hele negatieve wereld. Als je naar de media kijkt en alles om je heen. Dat is blijkbaar een keuze. Blijkbaar kiezen we daarvoor. Ja. Buiten Brabant dan, hè, blijkt. Dat is een mooie vraag. Ja. Ik heb daar een heel boek over geschreven. Het boek heet Hersenhack. En het gaat daar helemaal over. Dat komt omdat de hersenen met name sterk reageren op negatief nieuws. Waarom doen ze dat? Omdat negatief nieuws belangrijker is voor je overleving dan positief nieuws. Dus op het moment dat jij weet dat er een gevaar daar is, dat er brand kan uitslaan, dat er giftige stoffen zijn, dat er een gevaarlijk iemand rondloopt, dan zal jouw aandacht meteen daardoor getrokken worden. En wat zien we in de media, dan mag best, en niet alleen in de media, hè, dat, of moderne of wat oudere media, wat we daarin zien, is dat zij nog steeds drijven op dat mechanisme. Omdat daar misschien de grootste incentives is, wel het aantal mensen dat daarop klikt.
We kennen allemaal clickbaits natuurlijk. Dat is waarom het gebruikt wordt. Eigenlijk moet daar, op het eind van de hersenhek geef ik ook drie vormen die doorgevoerd moeten worden om de wereld sneller te veranderen dan mogelijk lijkt. En daar hoort de manier van informatievoorziening bij. En dit is een van de manieren van informatievoorzieningen die moet veranderen. Ook omdat, en ik kan daar het uur over doorpraten, het college over geven. Waarom? Omdat het, stel je voor, je kijkt naar een terroristische aanslag en die wordt de hele dag op tv herhaald. Hè? Dat kennen we allemaal nog van 9-11 of de aanslagen in Nice of wat dan ook. Dat wordt de hele dag herhaald. Dan krijgen de hersenen continu het signaal gevaar, gevaar, gevaar. En daardoor, ik rond hem af. Ja. En daardoor krijg je een angstige toestand, wordt je gedrag op een bepaalde manier gevormd, blijf je angstig, handel je angstig. Even heel kort, want ik moet heel snel praten. En dat is in werkelijkheid niet zo. De kans om aan een terroristische aanslag te overlijden of een terroristische aanslag mee te maken, om maar een voorbeeld te geven, is ongelooflijk klein en vele malen kleiner dan te overlijden aan roken of in de auto rijden. Dus daar moet iets aan veranderen. Ja. Een allerlaatste slotvraag, want we hebben natuurlijk gezien, optimistisch als we zijn, dat we kunnen veranderen. Tegelijkertijd ben ik ook benieuwd naar die quick fix. Is er iets wat we vandaag al kunnen doen waarmee we de veranderconditie in onszelf Zeker. Kunnen bevorderen en misschien ook wel in elkaar? Zeker. Stel je bloot aan datgene wat je wil ontwikkelen. Stel je niet bloot aan datgene wat je niet wil ontwikkelen. En daar hoort bijvoorbeeld dat negatieve nieuws bij. Het is zo makkelijk om te klikken op al die negatieve dingen die je vaak ook al kent. Ik bedoel, daar blijf je maar op klikken. En daarmee bedoel ik niet dat je informatie uit de weg moet gaan. Helemaal niet. Hè? De oorlog, hoe die zich ontwikkelt, blijf dat vooral volgen. Ja. Maar doe dat op een bewuste manier en niet op de negatieve sensatie manier. Goed, was gezegd door Margriet Sitskoorn. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Ja. Dank u wel, heel fijn. Dank u wel allemaal, dank u wel. Dank. En daarmee sluiten we het eerste deel van het tweeluik of drieluik, zo u wilt, af. En gaan we nu naar deel 2 en daarin gaan we naar de kunst. Ik vraag straks op het podium een componist, dirigent en ook een organisator van muziek- en theaterproducties. Dat doet hij in Palestina, in Syrië, in Brazilië, de Verenigde Staten, maar ook in Zaanstad bijvoorbeeld. Dus een heel veelzijdig persoon. Hij heeft een boek geschreven ook, Het is aan ons, waarom we een kunstenaarsmindset nodig hebben om de wereld te redden. En hij gaat vanuit het perspectief van de kunstenaar in op hoe je het gedrag kan inzetten om de wereldproblemen aan te pakken. Graag een groot applaus voor Merlijn Twaalfhoven. Dankjewel. En fijn jullie te zien. Ik ben wel een beetje van me apropos, ik vond het eigenlijk best verontrustend verhaal eigenlijk, net. Ik bedoel, ze heeft het met een glimlach gebracht. Natuurlijk, we moeten veranderen. Maar het feit dat we zo natuurlijk onze hersens vormen aan de hand van wat we tot ons nemen. Nieuws, geruchten, speculaties, angstige dingen. Dat is best wel, vind ik, confronterend. Want ja, de verhalen die wij elkaar vertellen in deze tijd, die zijn natuurlijk ongelooflijk anders als hoe we dat deden als mens in een wereld toen we rond een kampvuur zaten. Dat hebben we natuurlijk duizenden jaren, honderdduizenden jaren gedaan. Verhalen verteld over zaken die ons aangingen. Die gingen over wie wij samen waren, maar ook waar we vandaan kwamen. Wijsheden, wie daar aan het woord was rond dat kampvuur, had iets meegemaakt, had iets ervaren of had iets over te dragen. Wellicht iets van een eerdere generatie, een verhaal dat groot was. Dat kon uitzoomen, dat ging over betekenisvolle zaken. Nou, dat kampvuur waar wij s'avonds om me heen zitten, of het nou Netflix is of de site van de NOS of misschien wel de krochten van Facebook, heeft natuurlijk hele andere verhalen te vertellen. Sterker nog, die media hebben in feite niks te vertellen, maar alleen moeten een heleboel verdienen. Die hebben heel veel geld om te maken. Anders kunnen ze niet bestaan, anders winnen ze niet. Ja, en om ons daaraan over te leveren, zeker met plastische hersenen, dat vind ik echt verontrustend. Veranderkunst. Ja, kunnen wij veranderen? Die vraag.
Ik ben serieus heel erg benieuwd hoe onze kleinkinderen of achterkleinkinderen terugkijken op deze tijd. Want wij zullen moeten veranderen. Sterker nog, als wij niet kunnen veranderen, dan zal de wal het schip keren. En dat zal niet een leuke scriptie zijn voor iemand in het begin van de 22e eeuw over die jaren 20. Nee, dat zal echt iets zijn waar hun leven enorm door beïnvloed is. Door ons verandervermogen. Wat wij kunnen. En dat houdt me bezig. Want ik weet niet of wij kunnen veranderen. Die chameleon, die past zich aan. Onze hersenen passen zich aan. En wij passen ons aan op een omgeving. En dat doen we volgens manieren, ja, laten we zeggen, hoe we zijn gevormd in die duizenden jaren. En dat was inderdaad wat Margriet heel mooi vertelde. Bedreigingen, angsten, ons verdedigen, gevaar. Dat was overal en het was reëel, direct gevaar. Ik bedoel, een gevaarlijk dier of een conflict met een naburige stam of oogst die zou kunnen mislukken. Dat waren bedreigende zaken. Terwijl wat wij nu op het nieuws zien, is vaak ver weg. Gaat eigenlijk niet over hier en nu, maar over elders en gisteren of eerder. Toch zijn die mechanismen van hoe we omgaan met gevaar natuurlijk gevormd in al die duizenden jaren. En daarin was het misschien wel het allerbelangrijkste, geaccepteerd zijn in een groep. Een groep om je heen. Ik denk dat dat nog steeds ongelooflijk bij ons van belang is. We zijn heel erg bezig met onze reputatie, onze status, hoe we worden geaccepteerd. Ik ben ook helemaal uit mijn balans als ik het even misgaat in een vergadering. En er is iets onprettigs. Of als ik ergens denk van wow, ik heb niet het gevoel dat ik hier welkom ben. Dat voel ik direct. En er zit een diep verlangen, een diepe behoefte om geaccepteerd te zijn, veilig te zijn, ja, in een omgeving, met die anderen. Nou, en dat was ook van levensbelang. In de ijstijd, als je werd buitengesloten, het was het einde van je leven. En nu is het natuurlijk totaal niet zo. Maar toch laten we ons er heel erg door sturen. Ik heb het gevoel dat we enorm op safe spelen, enorm bezig zijn met onze reputatie, onze status. En dat we dus ook heel vatbaar zijn als daar via een mooie reclame of op een andere manier ons wordt laten zien van weet je wat een goed leven is? Heel hard werken, krijg je status van, veel geld verdienen, kun je mooie dingen mee kopen. En uiteindelijk zijn we terechtgekomen in een knotsgekke wereld. Een wereld die supersnel, super efficiënt mensen meesleurt in heel hard werken, in heel veel geld verdienen, in heel veel spullen kopen. En het is eigenlijk absurd. Als je erbij stilstaat, het is een extreme wereld. Een bizarre wereld. Als je vraagt hoe kunnen we veranderen? Nou, als je snel gaat, op een snelweg, kun je niet van richting veranderen. Je moet dat spoor volgen van die weg. Dat is levensgevaarlijk om daar te keren. Net als in een tunnel. En een tunnel is super efficiënt. Dat is namelijk helemaal alleen maar die weg recht vooruit. Maar ja, dat is geen ruimte om te keren. Nou, ik zoek dus eigenlijk naar de voorwaarden voor verandering. Het is fascinerend om te weten wat professor Sitzkorn weet, het onderzoek. Ik ben vooral heel erg benieuwd, wat zijn nou de voorwaarden om dat verandervermogen te mogen activeren? Wanneer is er ruimte? Ruimte om van richting te veranderen. En die ruimte geldt ook, nou niet alleen, het geldt ook als traagte. Wanneer is er ruimte in de tijd? Wanneer mag je het even niet weten? Wanneer mag je eventjes het loslaten, als het ware? Nou, ik werd al aangekondigd als componist, muzikant. Ik ga hier praten, want het zit me eigenlijk hoog. Waar we in terecht zijn gekomen met deze wereld. En ik geloof dat we eigenlijk de kunstenaar nodig hebben om die ruimte te vinden, die vertraging te vinden. Maar dan niet zozeer alleen de kunstenaar op de podia die we kennen in de musea. Maar echt de kunstenaar in jullie. De kunstenaar in iedereen.
kunstenaar in ons samen als, ja, als gemeenschap. En ik wil even vertellen hoe ik daarbij kom. Even kijken, dit plaatje. Dat is heel bizar eigenlijk. Ik mocht hier tussen staan, ik werd uitgenodigd voor een bijeenkomst met ministers, voormalige staatshoofden, Nobelprijswinnaars uit de wetenschap, CEO's, mensen van de VN. En ze hadden ook een kunstenaar uitgenodigd. Ik als componist mocht daarheen. En ik was niet eens zeg maar een beroemde, zoals Bono. Maar toch, en dat heeft te maken, ik werkte eerder in Syrië, in Palestina, plekken ook met de VN. En uiteindelijk, ik was uitgenodigd, kom je meedenken. Want dit was augustus 2015, een maand voordat de Sustainable Development Goals, jullie nog wel bekend van het kwartier geleden, zouden worden gelanceerd in de Verenigde Naties. Nou, de meeting was eigenlijk heel indrukwekkend. De grote wereldproblemen kwamen langs. Grote, complexe zaken, wicked problems. Echt, het duizelde me al snel. Hier staan ze nog een keer in een iets andere volgorde. En alles heeft met alles te maken. Alles heeft op alles invloed. En het is echt indrukwekkend als daar de enorme experts het over hebben. Tegelijkertijd, Jeffrey Sachs was de naaste adviseur van Ban Ki-moon, die dit hele proces heeft begeleid bij de VN. En die vertelde van de VN op zich, die kan die Sustainable Development nu natuurlijk nooit regelen. Die kan het nooit fixen. Dat is afhankelijk van de staten, van de regeringen van de lidstaten. Dat zeg je wel, zei de voormalige president van Finland. Wij politici, wij moeten natuurlijk worden herkozen. Dus onze horizon is helemaal niet zo ver. Wij kunnen eigenlijk niks betekenen als dat resultaat oplevert na de volgende verkiezingen. Het moet nu gebeuren. Nee, kijk naar waar het geld gaat. Kijk naar investeringsbanken, naar de grote multinationals. Follow the money. Zij maken de wereld. Zij investeren in de nieuwe wereld. Toen zei een CEO, dat zeg je wel. Ik moet winst maken. Elk kwartaal moet ik mijn cijfers laten zien. En als die niet oké zijn, lig ik eruit. Dus wij kunnen helemaal niet veranderen. Je moet kijken naar de non-profit. Naar wetenschap. Wetenschap heeft de ruimte om echt vragen die van belang zijn centraal te stellen. En toen zei die man met die Nobelprijs, wetenschap kan helemaal niet zoveel. Wij roepen al jaren dat het klimaat opwarmt. Dat er dingen misgaat. Dat de ongelijkheid groter wordt. Maar naar ons wordt niet geluisterd. Het is de media die het verhaal zal moeten vertellen. Oh, wacht. Hoofdredacteur van Der Spiegel die zei, wij kunnen wel mooie lange artikelen schrijven, maar de mensen hebben daar geen aandacht meer voor. Wij verliezen al onze lezers aan online, aan snelle, korte filmpjes, dingetjes, klikjes, tweetjes, toestanden. Mensen hebben geen tijd meer. Reken niet op ons. Nou, Jeffrey Sachs die zei het woord en die nam het woord weer. En die zei, het klopt. Die verandering die gaat niet van hoger af. Die komt niet top-down. We kunnen niet vanuit de VN of zo die verandering teweeg brengen. Mensen zullen moeten gaan verlangen naar een nieuwe wereld. Naar een betere wereld. Hoe doen ze dat? En toen keek hij naar mij. En hij zei, kunstenaars, die spreken het gevoel aan. Zonder kunstenaars kunnen wij geen duurzaamheidsrevolutie maken. Toen zei ik, yes, you are right. I am in. fantastisch. Ik kreeg een schouderklopje en een hand. En het was even heel gezellig, maar het duurde niet zo heel lang tot ik weer in de trein zat en helemaal een lange tijd had om na te denken. En aan de ene kant had hij natuurlijk een punt. Een kunstenaar heeft niet geen regeringsakkoord om zich aan te houden of een business model om te volgen. Wij hoeven niet herkozen te worden. We mogen onderzoeken, maar niet zoals een wetenschapper. Die moet zich natuurlijk aan alle protocollen en alle wetenschappelijke methoden houden. Wij zijn vrij.
vragen te stellen, te onderzoeken. En het allermooiste, we mogen verhalen vertellen. We kunnen mensen raken. En eigenlijk datgene waar de grootste tech en informatie en mediabedrijven om vechten, daar hebben wij, nou, dat is onze zaak, namelijk aandacht. En die aandacht kunnen wij pakken voor misschien wel het grootste, belangrijkste verhaal van onze generatie, van onze tijd. Het redden van de wereld. Nou, dus toen ik de trein uitstapte, geloofde ik daarin. Wij kunnen de wereld redden. Of in ieder geval, nou, de kunstenaars hebben de tools, de methodes, die wereld te redden. Nou, je zou kunnen zeggen, het probleem met die Verenigde Naties is het gebrek aan aanraakbaarheid. Neem ongelijkheid. Die zie je niet, toch? En de deeltjes CO2 in de lucht, die kun je niet pakken, die kun je niet ruiken. En als er diersoorten uitsterven van wie we niet eens de naam kennen, dan voelen we niks. Nou, wat ik wel voel, ja, is als mijn dochter zich verslikt en bijna stikt, dan ga ik meteen iets doen. Dan wacht ik niet tot iets uit Brussel of van de regering. Ik kom in actie natuurlijk om haar te redden. Hetzelfde geldt als mijn moeder wordt overreden door een scooter. Dat probeer ik te verhinderen. Ik probeer er wat aan te doen of haar te helpen. Maar hoe zou het nou zijn als we ervaren of voelen dat moeder aarde wordt overreden door 1000 bulldozers? Kunnen we dat voelen? Of als ons achterkleinkind stikt in een wereld die heet en vuil en benauwd is geworden. Kunnen we dat voelen? Nou, daarvoor hebben we verhalen nodig. Maar we hebben ook nabijheid nodig. En die verhalen en die nabijheid zijn enorm in het geding. In een snelle, efficiënte wereld. In een wereld vol met media. In een wereld waarin we ons gewoon op gebaande paden begeven. De wereld die ons zoveel welvaart heeft gebracht. En nu ons ook met zo'n vaart toch richting de rand van de afgrond brengt. Een kunstenaar kan dat. Vertraging scheppen. Nabijheid scheppen. Andere vragen stellen. Ruimte maken voor gevoel. Maar ook experimenteren, spelen. En dingen verbeelden. Dingen die er nog niet zijn. En daar een verhaal van maken. En op die manier toch zorgen dat het al bestaat. Een goede wereld kan alleen maar gecreëerd worden als we hem eerst kunnen voorstellen. Wat alleen zo jammer is, dat we die kunstenaars eigenlijk buitenspel zetten. Met een prachtig mooie manier bouwen we een soort gouden kooitjes voor die kunstenaars. Bijvoorbeeld hier zo, in zomaar een stad ergens hebben we een aantal, zie je op de kaart al heel mooi waar er kunst is. En we hebben daar zelfs een tempeltje als symbool, iets verhevens, iets fantastisch. Het zijn vaak mooie gebouwen met veel gouden krullen en toestanden. Nou, we weten dus heel duidelijk in de ruimte waar kunst mag zijn en de rest niet. Dat weten we ook in de tijd, namelijk om 8:00 s'avonds is er kunst. En dan kan het ook zo zijn, dan heb je een bepaald principe kunst in openbare ruimte. Nou, er is eigenlijk maar één plek die geschikt is in de openbare ruimte voor kunst. Want de rest is namelijk nodig. Toch? We hebben de wereld nodig. We moeten daar parkeren of rijden of een winkel bouwen of een kantoor. Maar er is één plek, dat is over. Weten jullie hem al? Waar mag kunst zijn? Ja, kom maar. Ja, de rotonde. Want daar kun je verder niks. Kortom, het is over. En we plaatsen kunst op plekken die over zijn, waar we verder niks mee kunnen. Heel soms loopt iemand een prachtig stuk literatuur te luisteren tijdens het hardrennen of een opera van Verdi mee te zingen. In ieder geval in de file. Het is een soort tussenruimte, een soort ja, eigenlijk de wat er over is. Daar mag kunst zijn. En we hebben geen idee hoe we kunst ook in ons eigen leven kunnen inbrengen. Nou, ik zat op het conservatorium, ik maakte muziek.
Ik ging de wereld in en ik merkte eigenlijk wat kunst kan doen als ik, in mijn geval met muziek, in relatie ging met een omgeving, met een plek. Ik kwam op een gegeven moment in Cyprus, had een concertje gegeven, maar ik was heel geraakt door die plek. Die plek is namelijk kapot. Cyprus, eeuwenlang was dat een cultuur, een eiland, maar nu is dat gescheurd in een noord- en een zuidgedeelte sinds een burgeroorlog in de jaren 70, met een prikkeldraad, een mijnenveld ertussen. En ik heb op een gegeven moment gedacht, wat zou er gebeuren als een muzikant op de daken van verschillende kanten staan en de muziek naar de overkant konden brengen? Ik heb een paar plaatjes. Ik heb aan de muzikanten inderdaad gevraagd, ga op het dak staan. Zij staat hier, hier staat ook iemand, daar staat iemand. En hier is dus een muur, dan een stuk niemandsland en daarachter het Griekse gedeelte. Nou, daar staat deze man en je ziet ook een paar olievaten waar we straks op gaan roffelen. En overal stonden muzikanten. We konden zelfs op checkpoint staan. Bleek eigenlijk dat we best wel veel konden maken. Wij waren muzikanten, wij waren niet gevaarlijk, toch? Dus dat was eigenlijk wel heel interessant. Dat zou je ook kunnen zien als wat een kunstenaar kan. Dat speelse, dat is meteen ook wel redelijk onschuldig. En ja, kan misschien wel op plekken komen waar je niet zomaar komt als je gewapend bent. Letterlijk of figuurlijk. Je ziet hier het begin van de... een stukje van een bufferzone. Zo'n checkpoint. En je hoort op de achtergrond iemand vertellen zo dadelijk. The most interesting illustration that I can offer of the division in the winkelstraat is right over there between those two points. Ja, het niemandsland is bewaakt. It is frozen in time since 1974. Ja. Shopfronts, a street that was thronged. Verlamming, afwachting tot een oplossing. Maar de Cyprioten zijn super bitter erover. Want degenen die aan de macht zijn, die hebben eigenlijk wel baat bij de situatie. De onzekerheid is eigenlijk super groot om iets te veranderen. Want eigenlijk al die posities zijn ingegraven, als het ware. En wij keken of we de andere kant konden horen. We keken of we geluid konden maken wat de andere kant konden horen. En of er een antwoord terugkwam. Met allerlei kinderen, studenten, muzikanten maakten we een project. En dat was dus niet in zo'n kunstenaarsplekje. Het was niet een vredesconcert mooi in de Schouwburg. Het was daar ter plekke. En zo werd eigenlijk die muziek of dat kunstwerk versmolt zich met de situatie. En wat er op een gegeven moment gebeurde, was, ja, je moet je voorstellen, het is allemaal best wel ingewikkeld hoe ik dit allemaal... kon elkaar natuurlijk niet, geen dirigent zien, elkaar niet goed horen. En op een gegeven moment waren er een paar minuten dat het even stil was, dat iemand had moeten spelen. En ik maakte me super ongerust bij een stuk. Ik had iets bedacht, ik had iets voorbereid en het klopte even niet meer. En op dat moment, is iemand naar me toegekomen en die zei van, het was zo prachtig dat halverwege de stuk die stilte viel. Oh ja, die stilte. Ik was op die plek. Ik kan nooit op deze plek zijn zonder dat ik daar boos van word. Maar nu was ik op die plek en vanwege al die klanken was ik daar heel ontspannen. En ik hoorde ineens wat kinderen spelen in de verte. Iemand, een meubelmaker, was aan de slag. Wat flarden van de radio ergens uit een open raam. Ik was in het moment en al die geschiedenis kon ik loslaten. En eigenlijk raakte me het zo dat die geluiden van de andere kant zo normaal waren. Dat dus niet de vijand is. En zonder die boosheid kon ik eigenlijk voelen hoe dat eiland een eenheid is. En daar was diegene enorm door geraakt. En eigenlijk begreep ik dat misschien dat wel de kracht of het mooie is geweest van mijn muziekstuk daar. Niet het maken van muziek. Maar het openen van een plek, brengen van mensen samen, in nabijheid met die plek. En dan de ruimte om te mogen luisteren, te mogen daar te mogen zijn. Nou, en dat is natuurlijk ook super hard nodig in onze wereld.
onze wereld waarin al die meningen en al die theorieën natuurlijk de hele tijd vechten om aandacht. Maar waar misschien achter die luidruchtige wereld stemmen zijn die niet zomaar gehoord worden. Een stem misschien wel van een achterkleinkind. Die je niet hoort totdat je misschien op je sterfbed ligt en denkt, wow, dat is wel heel hard gegaan. En misschien weten jullie, het is een groot onderzoek geweest. De allergrootste spijt die mensen hebben, de vraag die ze zichzelf stelden, waarom heb ik zo hard gewerkt om te beantwoorden aan wat de omgeving van me vroeg, terwijl ik eigenlijk van binnen wist wat goed zou zijn. Mensen hebben spijt. En om dat te voorkomen is het nodig dat we zachte stemmen horen. Te vertragen. Dat we de ruimte vinden. Om ons af te vragen, wat is echt belangrijk? Dat weten we waarschijnlijk wel. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. Maar om die ruimte te nemen, dat is echt een kunst. En als we dat als een kunstenaar kunnen doen, daarmee bedoel ik dat als we ons waarnemingsvermogen kunnen scherpen, echt open kunnen zijn, wat we zien, dat we ons ook laten raken, dat we die gevoelens niet wegstoppen, maar de ruimte geven. Die gevoelens uiten en delen. Dat we vervolgens zien dat we niet alleen zijn. Die dromen hebben, die idealen hebben. Dat we idealistisch mogen zijn. Dat we onze dromen kunnen delen. Dat er met verbeeldingskracht een beeld ontstaat van wat is die goede wereld. Dan kunnen we veranderen. Dan zien we dat. Dan willen we veranderen. Dan ontstaat er ook een verlangen om te kunnen veranderen. Ja, en idealisme heeft helemaal niet zo'n goede naam. We zijn het ook niet gewend. En ik geloof dat we ons daarin kunnen oefenen. En dat een ideaal, een soort, net als de Poolster, je richting kan geven. En er zijn natuurlijk de realisten die zeggen, ja, die Poolster, die kun je nooit bereiken, man. Ja, en die weten natuurlijk niet hoe hard je dat nodig hebt in een wereld waarin je verdwaald bent. Waarin die richting niet duidelijk is. En als je dan verdwaald bent in de nacht, dan is hij er. Dan heb je dat nodig, dat ideaal. Wat is dit voor wereld? Wat is dit voor leven? Zeg je, nou, gewoon zoals het hoort. Of is de drukte, de volte, de veelte eigenlijk niet compleet gestoord? Is het niet raar, een planeet vol leven? Rijkdom onschatbaar. Een toekomst zo kwetsbaar. En wij, mensen, op hol. Overhoop, met elkaar, we bouwen en streven als in een race zonder winnaar. We zijn los. Los van diepe verhalen die ons verbinden. De tijd van hier verweven met een ver verleden. We zijn los. Los van verbanden met eerdere generaties. Zij die nog niet gewend waren aan de onstuimige energie van benzine en elektriciteit. Het is een tijd van onthechting. Verbroken verbinding. Op onze reis in de tijd, de evolutie van het leven, vergaten we waar we naar op weg zijn. We verloren onszelf in de tax-free zone aan de grens. Daar stelt niemand de vraag, wat is een goed leven? Wat heeft echt waarde? Hier, samen, op aarde? Hoe leer je navigeren door dit luidruchtige landschap? Waarin de sirene van de uitverkoop een groter verhaal van eeuwen weten te overschreeuwen. De bakens van betekenis verdwenen uit ons terrein. Wat rest is een woestijn waarin de samenhang bezweken is. Je zoekt naar waarde, maar het is allemaal reclame. En verder kijkend in de toekomst zie je dan alleen maar mist die idealen uit zal vagen en waarin je daden verdwalen in een warboel van signalen? Of kan er iets komen? Gaat er iets dagen?
als we naar onze dromen durven te vragen. Maak jij een begin met een ogenblik, een zucht, een lach? Zie je het vergezicht? Versta je de nieuwe taal waarin een groot verhaal onze dromen verenigt? Stel vragen die te moeilijk zijn voor grote mensen. Zoek nabijheid met wat waarde heeft. En voel hoe de aarde leeft. Wees vrij in gedachten, maar verbind de krachten van het water, van de bomen, de bronnen van de tijd. De dromen van schoonheid, die smachten naar heelheid. En voel hoe je hart een kompas kan zijn. En verder klopt. Voel hoe je hart een start kan zijn van iets dat niet meer hard wil zijn. En nooit meer stopt. Dank u wel. Hartelijk dank, Merlijn Twaalfhoven. Dank voor jouw bijdrage. En ook mooi om poëtisch af te sluiten. Als oud-campusdichter spreekt me dan natuurlijk heel erg aan dat dit ook een plek van poëzie kan zijn. Yes. Dank je wel. We gaan nu een klein intermezzo doen. En daarin ga ik u vragen om elkaar bloot te stellen en elkaars hersenen te veranderen. En dat even de traagheid, pleidooi voor traagheid. Ik denk, daar kunnen we best 2 minuten van het programma aan besteden. Ja. Om die traagheid even een plekje te geven. Dus niet per se de quick fix, want het moet in 10 seconden. Maar even 2 minuten, of 2 volledige minuten, om even met elkaar van gedachten te wisselen. Misschien is er een inzicht, een vraag, een droom, waarvan u zegt, als die in ieder geval met 1 iemand gedeeld wordt, dan is dat het begin van een soort exponentieel proces. 2 minuutjes even de tijd. Daarna gaan we in gesprek met de panelisten die ik dan aan u voorstel. Maar voor nu even 2 minuten geroezemoes. En als ik een teken geef, dan gaan we met elkaar weer in gesprek. Zijn we er klaar voor? Oké, succes. Oké. Beste mensen, we gaan verder. Mag ik u vragen het gesprek kortstondig te staken, zodat we het gesprek plenair verder kunnen voeren? En natuurlijk was uw gesprekspartner zo interessant dat die 2 minuten veel te kort voelen. Daarom heb ik u eigenlijk al 3 minuten gegeven. En straks bij de borrel kunt u dit gesprek verder voortzetten. Wij gaan het gesprek ook met elkaar aan om te kijken. Misschien komt er input vanuit de gesprekken terug. Maar ik wil eerst de panelleden voorstellen. Nou, Merlijn hebben we net aan het woord al gezien. Misschien kun je straks nog iets vertellen over de Turn Club. Dat is nog niet echt aan bod gekomen. Maar voordat we dat doen, stel ik graag ook Marlene Balvert voor. Jij bent betrokken, je werkt bij Tilburg University. Operations Research is jouw vakgebied. En jij bent betrokken bij het Zero Hunger Lab. Klopt. Nou, misschien is het goed om daar iets over te vertellen. Een van de interactieve sessies vandaag ging daar ook over. Kun je vertellen wat het is in een notendop? Ja. Ik ben dus onderdeel van het Zero Hunger Lab. En dat is een onderzoeksgroep hier aan de universiteit. Wat we bij het Zero Hunger Lab doen, is eigenlijk samen te vatten in 3 woordjes. Bites for bites. Wij gebruiken data-analyse, data science, wiskundige technieken, computers, om te helpen de honger in de wereld te reduceren. En dat doen we in samenwerking met hulporganisaties. Dus eigenlijk wat we doen is hen helpen om data en wiskunde beter te gebruiken, zodat zij hun werk weer beter kunnen uitvoeren. Dat is het in het kort. Oké. En is er ook een soort einddatum dat je denkt, dan moet het klaar zijn? Jullie kennen misschien wel de Sustainable Development Goals. Ja. Dat zijn doelen opgesteld door de VN. 2 keer langsgekomen al. Ja, en die hebben dus als einddatum 2030. Ja. Overmorgen. Ja. Dat is ambitieus. Ik verwacht niet dat we dan klaar zijn. Ik denk dat we nog wat langer gaan bestaan. Oké, goed. Dank. En Merlijn, de Turn Club, dat is niet een gymnastiekvereniging. Dat zul je vaker denken. Nee, ik ben op een gegeven moment, ik vertelde natuurlijk al als kunstenaar de wereld ingegaan. Maar ik heb eigenlijk ook wel ervaren dat je zelf ook niet telkens dat podium op moet staan. Dus wat er eigenlijk in Cyprus gebeurt, die stilte, die geldt eigenlijk ook voor misschien wel mijn rol. Als ik hier, ik bedoel, ik ben blij met dit podium vandaag. Maar uiteindelijk heb ik ook het idee van we moeten veel meer een soort samenwerking creëren. In plaats van altijd die kunstenaar maar zeggen, oké, ga maar performen. En de Turn Club is in die zin een zoektocht naar een club waar eigenlijk
in die zin, iedereen mag erbij die deel wil zijn van de turn. En dat is toch een omslag naar een, ja, een andere wereld. Een nieuwe wereld. En die daaraan wil werken, ja, cross-disciplinair, dus kunstenaars, maar ook mensen die echt in onderwijs of juist in de zorg of in de overheid zitten, proberen, ja, samen te brengen. Ja, een soort collectief eigenlijk, ja. Zit er een limiet aan leden van de turnclub of is het ongelimiteerd? Nou ja, we proberen natuurlijk ook echt de nabijheid te creëren in de ontmoetingen, de dingen die wij organiseren. Dus we zijn eigenlijk, het is nu zo rond de 600 mensen zijn betrokken. Maar het werkt het mooiste als natuurlijk mensen in kleinere groepen elkaar echt vinden. Want je wil elkaar gewoon goed leren kennen. Ja. Dus we zijn een beetje aan het worstelen met, want aan de ene kant kunnen we wel groeien. Maar we willen het ook juist, ja, het moet werken. Ja. Dus dat vraagt juist weer om dingen klein te houden, zeg maar, ja. Nou, misschien is er een organisatiewetenschapper aan deze universiteit die daarbij kan helpen. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Mocht er iemand zijn, dan weten we jou zeker te vinden. We hebben de mensen die een deelsessie hebben begeleid vandaag, een interactieve deelsessie, voordat we begonnen met het plenaire programma, die hebben we gevraagd om een stelling mee te nemen. En het leek ons wel leuk, ook omwille van de beweging, als we dan het publiek eerst vragen om daar een mening over te geven en daarna aan de panelleden vanuit een kunstenaarsperspectief en een wetenschappelijk perspectief naar die stelling te kijken. Je hebt de eerste stelling meegenomen, Marleen. Kun je hem toelichten of is het net als met zomergasten, moeten we eerst de stelling laten zien en gewoon mensen laten stemmen? Daar zou ik voor. Oké, dan gaan we de stelling in beeld toveren. En dan is het aan u de vraag, bent u het daarmee eens of niet? Stelling 1 luidt, met de kennis en technologie van morgen kunnen we honger de wereld uit helpen. 2030 dus even als richtdatum. Bent u het daarmee eens, dan mag u even opstaan of uw hand opsteken. En als u het daar niet mee eens bent, blijft u zitten. We hebben net gezien optimisme, Brabant, dus moeten we... Oké, ik zie voor de mensen thuis ongeveer de helft van de zaal staat op hier. En dan ben ik wel even benieuwd, zou u daar een korte reactie, toelichting op kunnen geven? De microfoon komt nu naar u toe. En de rest mag weer even gaan zitten. Waarom bent u gaan staan? Ik heb zelf hier econometrieopleiding gedaan en ik heb de kracht gezien van Operations Research. Ik zie dat in de dagelijkse praktijk hoe ver we kunnen komen. Ik denk dat het inderdaad nog wel even duurt, maar we zijn een goede weg ingeslagen. Ik ben optimistisch hierover. Oké, dank. Onderbouwd optimisme. Toch, de helft van de zaal hebben we ook nog voor ons te winnen, kennelijk. Ja. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Ik zou willen zeggen, ik vrees dat u gelijk heeft. Want de stelling is natuurlijk vrij scherp, hè? Honger volledig de wereld uithelpen. Ik verwacht dat sommigen van u daarom zijn blijven zitten. Maar ik ben het ook met u eens. We kunnen heel ver komen. We kunnen ontzettend veel bereiken, al is het maar door inzichten te creëren. Want honger is op dit moment een verdelingsvraagstuk. Het is niet de vraag of er voldoende voedsel in de wereld is. Dat is er, maar het is een verdelingsvraagstuk. En daar kan technologie bij helpen. Ik zie dat u graag mee wil praten. Iemand wil reageren daarop, ja. Ik ging niet opstaan omdat ik dacht, volgens mij kunnen we hem vandaag de wereld uit helpen. Heel mooi. Oh, kijk, die hebben we ook nog. Omdat ik denk dat het inderdaad een verdelingsvraagstuk is. In Nederland hebben we het vaak bijvoorbeeld over armoede. En we hebben ook berekend dat we ongeveer 3,5 miljard nodig hebben om vandaag in Nederland de armoede de wereld uit te helpen. Dan zijn er nog allerlei andere vraagstukken te beantwoorden, maar het is vooral een keuze. Precies. Ja. Dus u haalt de stelling eigenlijk rechts in, begrijp ik. Ook lekker ver weg. Dus ik aan de ene kant denk, ja, het is zo dichtbij, maar het is ook lekker ver weg. Ja. Het is ook een reden om weinig te doen. Ja. Dus toen Wim van der Donk vandaag opriep tot radicale besluiten, dacht ik, nou ja, waarom niet, hè? Ja. Dus dan moet het eigenlijk vandaag zijn, zegt u? Ja. Ja. Oké, wie is het met die meneer eens? Ja, oké, kijk. Ja, dat is een grotere groep al, dus een mooi pleidooi. Wat zegt dit jou als mensen zeggen van we moeten nog ambitieuzer eigenlijk? Nou, als ik zie kennis en technologie, dan mis ik verlangen en gevoel. Ja. En ik geloof dat we al veel eerder honger de wereld uit hadden. Gisteren zijn we nu belangrijk. Nou ja. Prima, ja. Als dat een soort technische kwestie was geweest. Ja. Maar blijkbaar zit er iets in ons systeem. Neem alleen maar al de verdeling van eiwitten. Het feit dat we dat allemaal aan vee geven, omdat we vlees, wat dan toch als een soort redelijk elite iets wordt gevoeld. Met name heel China begint nu vlees te eten, omdat ze denken, oh, we gaan erbij horen. We worden welvarender, dus we willen
veranderen in meer vlees, want dat heeft een toch een zekere status, een zeker gevoel, dan horen we erbij. Nou, dat zijn zulke psychologische processen, zulke gevoelige dingen. Dus het is echt een kwestie van mindset, ja. Een kwestie van cultuurverandering in feite. En dat is knetterlastig, zeker als je dat beperkt tot technologie en kennis. Dus we hebben kunst ook nog nodig hierbij, begrijp ik. Nou, althans, kunst is manieren om in ieder geval gevoel daarbij een rol te laten spelen. Ja. Goed, dank voor die toevoeging. Kijk even of er nog één of twee reacties zijn op deze stelling die we ook erbij kunnen betrekken. Ja, daar zie ik een... ogenblikje, er wordt een microfoon bij u gebracht. Yes. Kunnen we u allemaal horen? Die hoor, en ik ben met de stelling trouwens wel eens, is... Ja. Dat de bevolkingsexplosies die er nog steeds in grote delen van de wereld plaatsen, die moeten echt teruggedrongen worden. Ik ben op zich wel optimistisch, want ik denk ook dat in dat soort delen van de wereld het gezonde verstand wel een keer zal komen. Maar er zal iets aan gedaan moeten worden aan die bevolkingsexplosies. Okay. Zolang mensen het normaal vinden om 10 of 15 kinderen te krijgen, zal het niet goed gaan. Okay, ik weet niet of ik het eens ben met, maar het gaat om de panelleden ook. Marleen? Hoe kijk jij hiernaar, als je naar de data kijkt? Het speelt natuurlijk een rol, want als het aantal mensen toeneemt, dan neemt de voedselbehoefte toe. Als het aantal mensen toeneemt, neemt de druk op het milieu toe en dus de voedselproductie in een aantal delen van de wereld. Dus ik denk dat dit zeker een rol speelt, ja. Oké, okay, ik durf helemaal te beweren dat het een misverstand is. De plekken waar veel bevolking toeneemt zijn vaak de arme plekken waar mensen een voetafdruk hebben die ongelooflijk veel kleiner is dan wat wij hebben in het Westen. De Verenigde Staten natuurlijk voorop, maar zeker Nederland, Qatar, et cetera ook. Die gebruiken zo ongelooflijk veel. En op het moment dat wij ons vlees permitteren we dus ook dat er 10 anderen ook gevoed hadden kunnen worden met de eiwitten die we via deze weg nemen. Dus in die zin is er plek voor een 10 miljard op aarde, maar niet plek voor 5 miljard westerlingen. Okay. Dan gaan we nu naar de volgende stelling die uit een andere deelsessie is doorgekomen. Omdat we die persoon helaas niet hier live hebben, gaan we wel reflecteren op de stelling en ook natuurlijk u allen vragen om weer positie in te nemen. De stelling is iets langer, dus net als de strooptaak gaat dit iets meer van u vergen. Maar we komen er wel uit. Stelling 2, mag ik hem alsjeblieft op het scherm. De overheid moet zorgen dat de kosten en baten van de warmtetransitie eerlijk worden verdeeld, zodat niet te veel regionale verschillen in energiekosten voor de burgers bestaan. Ja, dus met name even focus op het eerste deel. Dan moet het eerlijk verdeeld worden. Ja, wie is daar niet mee eens? Eigenlijk is iedereen het er mee eens. Ja, precies. Dat noemen we dan een soort walkover in debatland. Marleen, zou je iets kunnen bedenken wat er tegen pleit? Vanuit operations perspectief? Niet vanuit mijn persoonlijke visie. Nee. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat als je het efficiënt wil doen, dat als je de kosten in totaal zo laag mogelijk wil houden voor de energietransitie, dat je dan zou zeggen van, nou, dan is een eerlijke verdeling, die verhoogt misschien die totale kosten. Ja. Of je dat wil, is natuurlijk, of je dat belangrijker vindt dan eerlijke verdeling, dat is een tweede. Ja. De grote vraag is natuurlijk, wat is eerlijk? Als jullie allebei een verschillende voetafdruk hebben, jij hebt voetafdruk 20, jij 80, wat maakt dan dat het eerlijk is? Is daar vanuit de data, als je vanuit jouw vakgebied kijkt, is er een soort consensus over wat eerlijk is? Is dat procentueel bijvoorbeeld, of juist niet? Ik weet niet of je hier naar data moet kijken. Ik denk dat je hier naar heel andere dingen moet gaan kijken, namelijk meer vanuit ethisch oogpunt dan vanuit data oogpunt. Want vanuit ethisch oogpunt moet je die definitie bepalen, moet je bepalen wat eerlijk is. En dan kan je daarna de wiskundigen en de data-analysten bijhalen die dat vervolgens gaat formaliseren en hoe kunnen we dat dan meten. Maar vanuit je gevoel moet je bepalen wat de definitie van eerlijk is. Oké. Okay. In de geest van Kolbehagen geantwoord door ethiek erbij te betrekken. Merlijn, ook voor jou. Wat zegt dat woord eerlijk voor jou? Hoe zou jij dat interpreteren? Nou, inderdaad, de grote vraag, gaat het puur over burgers en mensen? Of gaat het ook over industrieën, et cetera? Want er is natuurlijk heel veel industrie dat heel veel energie vraagt. En hoe ver wil je uitzoomen? Want als je is een aluminiumfabriek
waardevol? Nou, voor sommige producten wel. Voor heel veel spullen is, zeg maar, afval, blikjes en toestanden hebben we eigenlijk die aluminium helemaal niet nodig. Toch is dat een enorme energie. Dus er, voor je het weet, ga je met grote verhalen aan de slag. En dan denk ik toch ook dat dit, logisch, in het proces moet je heel erg eerlijk zijn. Maar uiteindelijk, dat proces gaat ergens heen. En heb je die stip op de horizon? Heb je dat grote verhaal? Heb je die droom? Heb je die vraag gesteld? Wat is een goede wereld? Ja. Hoor, hebben we daar aluminium voor nodig? Hebben we daar stikstof voor nodig? Doen we dat met kunstmest? En dan krijg je daar best antwoord op. Dus okay. Die vragen wat groter stelt. Maar heb je inderdaad even wat ruimte voor nodig? Okay. Ik heb ook nog één vraag. Misschien zijn er vanuit de zaal ook nog vragen hierover. Je hebt ook in je presentatie gezegd dat door een kunstenaar het verlangen te laten creëren, daardoor krijg je mensen in beweging. Nou, ik heb ook wel eens een vak psychologie gevolgd en dan blijkt dat als je angst creëert, dat je dan een veel grotere incentive hebt om te veranderen qua gedrag. Dan kunnen we weer bij de ethiek terecht. Ja. Maar in hoeverre, hoe verhoud je je daartoe als kunst, als je weet dat verlangen veel minder krachtig is om een verandering te creëren? Nou, het klopt. We zijn natuurlijk terecht heel bezorgd om verlies. We zetten ons ook in om dingen te beschermen die we hebben. Je hebt ongetwijfeld misschien gehoord van die leuke experimenten waarbij mensen bijvoorbeeld dan een mok krijgen en dan op een gegeven moment vragen van, wil je die weer teruggeven of wil je die verkopen? En dan zijn mensen binnen een minuut al aan een cadeautje gehecht. Dus er zit iets absurds in ons. Op het moment dat we die goede wereld zo rijk maken, zo levend maken, ons dat zo goed voor kunnen stellen, omdat we daar verhalen over vertellen, omdat we ons echt kunnen voorstellen in een rol als voorouder, wordt het misschien een gevoel van verlies als je ziet dat verloren dreigt te gaan. Dat we die toekomst niet halen. Daarom is het gaaf, we zetten een man op de maan of we zetten die Sustainable Development Goals neer met een datum. Dan voelen we misschien wel die angst dat we het niet gaan halen. Nou ja, dat is denk ik een heel gezonde zonder manier om toch ook die angst een rol te geven. Ja. Dus een soort combinatie, zeg je eigenlijk. Nou ja, precies. Het goede en vervolgens inderdaad verlies ervaren als dat goede niet bereikt wordt. Want het is eigenlijk absurd dat we zoveel hechten aan wat we hebben en zo weinig nadenken over wat er zou kunnen zijn. Oké. Goed, we gaan even kijken vanuit de zaal of er één of twee vragen of opmerkingen zijn. Ik zie hier hand omhoog, dan binnen 10 seconden heeft u een microfoon en dan kan u uw vraag of opmerking stellen. Nou, dan wil ik even een positieve opmerking maken. Ja. Ik heb het net ook tegen mijn buurvrouw gezegd. Ik heb een website gehad en daar stond een spreuk op van Benjamin Disraeli. Dat is een Iers politicus uit 1800 zoveel. Die zegt, het beste wat je kunt doen voor iemand anders is niet zozeer je rijkdom delen, maar hem leren zijn eigen rijkdom te zien. En dan denk ik van, dan haal je de positiviteit uit mensen. En dat is bij iedereen dus anders. Nou, bij deze ook met deze quote volgens mij gedaan. Dus dank daarvoor. Ik wil vragen aan de panelleden om daar even op te reageren. Ken je de quote al, Marleen? Nee, ken ik nog niet. Maar ik denk dat hij zeker gelijk heeft. Ja? Ik ken hem in variaties. Ja? En het kan ongelooflijk wezenlijk zijn. Zeker mensen die het materieel heel goed hebben en toch in de knoop zitten van leer zien wat is echt belangrijk. Waar zit de echte rijkdom van je leven? Wat is echt waardevol? En de mensen ervaren dat vaak bij verlies of bij verandering, bij een ongeluk of bij een soms zelfs als ze bijna dodelijk ziek zijn geweest. Tegelijkertijd om bijvoorbeeld iemand die juist worstelt in het leven, vraagt om hulp. Om daarvan te zeggen, kijk maar hoe goed je het hebt, dat kan natuurlijk ook een beetje wrang zijn. Dus het voelt even dubbel over de context waarin het zit, inderdaad. Ja. Okay. Maar ik denk vooral als we het tegen onszelf zeggen, is het misschien het allerkrachtigste. Ja. Oké. Ja. Dat is de bedoeling, wordt hier nog toegevoegd. Oké, nog één opmerking over deze stelling, dan gaan we door en dan kunnen we nog meer vragen ook behandelen. Opmerking of vraag vanaf rij 3. Ik ben vooral geïnteresseerd wat jullie vinden van het eerste deel van die stelling. En dat is het geloof, of de overtuiging, dat de overheid de grote veranderingen in gang zal zetten en dat succesvol tot een einde zal brengen. Ik moet eerlijk zeggen dat zijn track record niet zo heel groot is, of heel goed is. Dat ze kleine problemen moeite hebben om die op te lossen, laat staan grote. Dus waar is het vertrouwen op gebaseerd dat we daarop kunnen rekenen? Moet het niet uit mensen zelf komen, groepen mensen, de wetenschap? Maar dat dit een valse belofte zou kunnen zijn. Oké.
We gaan die constatering, die opmerking voorleggen. Eerst aan Marlijn en dan aan Marleen. Ja, dat is een uitdaging inderdaad. Want de overheid loopt in heel veel gevallen achter de samenleving aan. Ik denk een mooi voorbeeld, het rookverbod. Dat is er gekomen nadat het in de samenleving duidelijk werd dat roken niet iets begerenswaardig is. Dat was heel lang wel zo. Maar de overheid heeft het uiteindelijk afgeschaft en daarmee ook nog heel veel betekent. Want één iemand die wel rookt, overheerst natuurlijk. Alle anderen die dat niet doen. Dus dan is het heel fijn als het gewoon verboden is. Maar daar moest eerst heel veel voor gebeuren. De samenleving moest daar klaar voor zijn. En dat kom je weer terug en dan zie ik mezelf weer bij op dat forum tussen die politici staan. Ja. Die politici die toch afhankelijk zijn van die verkiezingen, maakt dat controversiële zaken heel vaak vooruit worden geschoven. Tegelijkertijd, een regel of een verbod maakt een wereld van verschil. Dus ik geloof wel heel duidelijk dat we gewoon wel echt moeten streven om dingen gewoon echt in de wet te zetten. Namelijk, laten we zorgen voor de aarde bijvoorbeeld. Laten we het stuk maken van de aarde gewoon strafbaar stellen. Dat soort zaken. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, om maar iets makkelijks te doen. Maar daar hebben we de juristen uit Tilburg voor nodig dan. Marleen, hoe kijk jij tegen de rol van de overheid aan in dit vraagstuk? In principe is het natuurlijk de bedoeling dat de overheid uitvoert wat wij met z'n allen ervan vinden. Alles moet beginnen bij ons, met z'n allen. Initiatieven moeten uit de samenleving komen, initiatieven moeten daar genomen worden en vervolgens groot gemaakt worden. Uiteindelijk is het dan, ben ik het helemaal mee eens, aan de overheid om dat te vertalen naar regelgeving, campagnes, dat soort dingen. Maar het begint bij ons allemaal zelf. En wij in het land moeten ons organiseren als we dingen gedaan willen krijgen. Ja, hebben we net ook gezien met de binnenwereld, buitenwereld. Het sluit heel mooi aan dat de verandering bij onszelf kan beginnen. En omgekeerd natuurlijk ook. We gaan naar de laatste stelling toe en dan nog kunnen we een paar vragen nog behandelen. De laatste stelling hebben we heel kort gemaakt. Ik ben benieuwd of daar ook een unaniem besluit op valt. Stelling 3, die verschijnt nu als het goed is in beeld. Diversiteit zorgt voor verandering. Wie is het daarmee eens? Mag ik je vragen om dan op te staan of even je te wuiven? Dat mag ook, afhankelijk van... Ja, de meeste mensen zijn het daarmee eens, zie ik. Ik schat zo'n 3/4. En misschien ook interessant om een tegenstander even aan het woord te laten. Wie zegt dit is helemaal niet waar? Kan ook. Ja, hier iemand die zegt dit is niet waar. Misschien... Diversiteit leidt tot chaos. Ja. Hier wordt al de discussie gestart zonder microfoon. Even, dat mag straks, Merlijn. Ja, nou ja, de natuur, het leven, de evolutie is afhankelijk van diversiteit. Ja. Dan zie je dat inderdaad chaos is, maar wel een schitterende chaos. Ja. En dat je juist die chaos is ook zeer nodig, wat je dan resilience noemt of wendbaarheid. Want in verandering zul je soms onverwachte krachten nodig hebben, onverwachte partners nodig hebben, onverwachte specialisten nodig hebben. Dat hebben we denk ik in de pandemie heel erg gemerkt, hoezeer we afhankelijk waren bijna van beroepen die we misschien niet eens meer zagen. In tijden van verandering inderdaad is er chaos en toch ook wel de kunst om in die chaos dan te zien welke waarde daarin zit. Ja, oké. Okay. Diversiteit zorgt voor verandering. Ervan uitgaande dat dat positieve verandering is, hoe divers is het Zero Hunger Lab? Niet zo divers als wij zouden willen zelf. Ja. Qua mannen en vrouwen zitten we goed. Qua internationaal zouden we veel meer willen dan wat we nu hebben. Maar ik zie wel dat wat we aan internationaal hebben ons wel heel erg helpt. Bijvoorbeeld, we hebben één onderzoekster die werkt aan een tool. Het idee is dat je met je telefoon een foto van je kind kan nemen. Misschien niet u, maar iemand in een land waar het moeilijker is. En dat die app dan kan vertellen of dat kind ondervoed is of niet. Dus een organisatie kan ermee rondgaan. Die onderzoekster komt zelf uit Koerdistan. En dat geeft haar de mogelijkheid om een andere cultuur te kennen en daarmee te werken. Dus zij werkt op dit moment met een ziekenhuis in Koerdistan om die app verder te ontwikkelen. En dat is voor ons natuurlijk heel zinvol, want als je zo'n app ontwikkelt, heb je mensen uit allerlei culturen nodig voordat je dat systeem kan laten werken. Dus diversiteit is zeker nodig als we echt verandering in de hele wereld willen creëren. Oké, goed, dank. En een beetje chaos nemen we dan op de koop toe, denk ik.
Ik denk zelfs dat chaos nodig is voor verandering. Okay. Chaos is nodig voor verandering. Dat is eigenlijk stelling 4, maar daar komen we niet aan toe. We hebben wel nog ruimte voor 2 korte vragen, opmerkingen. Als u nou zegt, ik heb net iets interessants gehoord of misschien wel gedeeld. En dat wil ik nog even met de hele gemeente hier delen, zodat we dat mee kunnen nemen naar de borrel. Dan is dit de laatste mogelijkheid daarvoor. Ik kijk even rond of er in de zaal iemand is die zegt, ik wil nog iets delen. Eenmaal andermaal, dan ga ik naar jullie om te vragen wat jullie nog mee willen geven aan de zaal. We hebben gezien dat het vrijwel allemaal alumni zijn, een enkele student en een paar medewerkers. Wat zou je deze groep mee willen geven? Nou, ik vond het beeld heel mooi van de besmettelijkheid van gedrag, wat Margriet vertelde. Jouw impact in je directe omgeving is het grootst. Dus hoe je leeft beïnvloedt je omgeving. En om dat dus ook moedig te doen, daarin wellicht keuzes te maken die misschien niet comfortabel zijn, maar die nodig zijn. Ik geloof dat we daar heel veel kunnen betekenen. En uiteindelijk door dingen naar buiten te brengen. Ik denk een soort coming out als idealist. Ik denk als we dat durven, dat er dan echt iets gaat veranderen. Want dan merken we hoezeer anderen ook vol idealen zitten. Ja. In alle verschillen, in alle diversiteit, maar toch vol idealen. Ja. Dankjewel. Marleen, jouw laatste woord nog aan deze groep, misschien appel. Ja, wat ik heb gezien, is een beetje raar om te zeggen, aangezien ik nog net kom kijken en niet zoveel levenservaring heb. Maar wat ik wel heb gezien is dat naïviteit soms heel veel kan brengen. Als je naar die polster kijkt en zegt, daar wil ik heen, daar gaan we nooit bereiken. Daarmee kom je er ook niet. Ik zie in veel mensen die de naïviteit hebben om niet de barrières meteen te zien, maar gewoon aan de slag te gaan. Dat die veel bereiken en dat die juist die verandering kunnen brengen. Dus ik zou zeggen, wees af en toe een beetje naïef. Yes. We moeten idealistisch zijn en naïef. Dat is een mooie slotwoord. Dankjewel. Dankjewel Marleen Twaalfhoven. Dankjewel ook Marleen Balvert. We gaan nu Wouter Schepers als voorzitter nog het podium opvragen om in ieder geval even de bloemen natuurlijk te overhandigen aan de sprekers. En ook Aniek Verhoeven namens Tilburg University. Dankjewel. En Wouter, nu je toch op het podium bent, gelijk even het slotwoord. Ik heb een microfoon of wil je daar staan? Wat is fijner? Ik heb nu dus gezien hoe dat allemaal werkt met die hersenen. Ja. Maar toch, we hebben, juist omdat er zoveel alumni in de zaal zijn, en als ik zo eens rondkijk, zijn ze niet allemaal lid van de Vrienden van Kopenhagen. En u weet niet wat dat lidmaatschap met uw hersenen doet. Ja. Dat is buitengewoon positief. Ja. Dus neem het mij niet kwalijk dat ik hier de kans grijp om u de aantrekkelijkheid van die vrienden nog eventjes onder voet licht te brengen. En ik zal het kort houden, we gaan zo borrelen. Dat is allemaal, ik vind het altijd buitengewoon lullig om hier dan zo te staan als een soort van marktkoopman, maar toch, het is een divers netwerk, dat is goed. Hè? Dus dat zijn wij ook, divers en generaties. We hebben vandaag ook weer gezien dat je eens door de ogen van je kind moet kijken, of misschien wel door je kleinkind. Nou ja, dat kan bij ons ook al enzovoort, dat is allemaal prachtig. Ik moet de andere kant in. En we hebben ook inspirerende bijeenkomsten. Dit is een voorbeeld, dus we doen dat vaker. En we doen dat ook bourgondisch, dus we drinken er ook graag nog eens een borrel bij en we eten ook keurig. Enzovoorts met een lage voetafdruk. En we hebben nog prachtige activiteiten dit jaar. Nou, onze vriend, dat is ook een vriend, Ernst Hirsch Berlin. Dus je komt heel interessante mensen tegen. We werken ook heel nauw samen met het alumnibureau van de universiteit. En dat doen we heel graag. Daar kunt u gewoon consumeren, want wat er langskomt. En bij ons mag je mee organiseren, dus dat is altijd mooi. We doen nog van alles dit jaar. En daar zal ik het maar bij laten, want we zijn helemaal nog aan het nazweven over wat we vandaag allemaal gehoord hebben. Dus mag ik nog heel even kort de gelegenheid grijpen om iedereen te bedanken. Marleen natuurlijk, de sprekers, Marleen en de andere werkgroepen, maar ook vooral ook het alumnibureau van de universiteit. Piet en Aniek en Petra en alle anderen. Nathan, ontzettend bedankt. Alle leden bedankt. U allemaal bedankt voor de komst. En ik hoop dat we nog een borreltje mogen drinken samen hierna en nog vele andere keren. Dank u wel. Dank u wel. Wouter Schepers. Ja. Ik heb nog één praktisch verzoek, vraag.
Er is 8 oktober de Alumni-dag op de universiteit. Daar hebben we speciale kaarten voor. En ja, het kan natuurlijk zijn dat u naast een lege stoel zit en als u denkt, dat wil ik op 8 oktober voorkomen. Denk even na aan uw studietijd. Wie zou u willen uitnodigen en dat kaartje kunt u daaraan richten. Dus u kunt u hier schrijven, u hoeft hem niet zelf te versturen en een postzegel te gaan kopen, maar u kunt hem gewoon hier bij de balie achterlaten. Zorgen wij namens Tilburg University dat hij verstuurd wordt en dat er mogelijk dus een veel grotere groep naar die alumni-dag komt, waardoor we eigenlijk een soort steen in de vijver effect hebben. De ambassadeurs hier, die nemen allemaal iemand mee. En zo wordt het, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, het optimisme wat we gaan delen. En die hersenen en die verandering die we zelf hebben doorgemaakt, die geven we daarmee door. Nou, hoe mooier te eindigen dan dat. Dus ik geef deze meneer even heel veel kaartjes om niet allemaal zelf in te vullen, maar even door te geven. Er liggen er nog meer aan de balie en vergeet ze dus niet ook daar af te leveren, want dan wordt het geregeld en dan is de garantie dat hij ook daar komt. Hoef je niet zelf het adres in te vullen, wordt allemaal geregeld. Praktisch komt dat helemaal goed. Ja, mijn afdronk is, we hebben kunstenaars nodig, zeker niet alleen op de rotonde, maar juist daarbuiten. Ik denk ook dat we elkaar moeten mogen blootstellen aan nieuwe inzichten, kennis, dromen, om ervoor te zorgen dat binnen- en buitenwereld elkaar op een bepaalde manier beïnvloeden, zodat we de verandercondities op peil houden. En hoe beter om dat gelijk nu te doen bij de borrel. Van 5 tot 6 is die gelegenheid. Het is nu een paar minuten voor 5, dus we hebben extra borreltijd. En om 6 uur voor de mensen die zich hebben aangemeld is er een diner. Heel graag tot 8 oktober of een andere gelegenheid. Heel erg bedankt dat u hier was en heel graag nog eens tot ziens.